Even een nieuwe poging. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het beeld was net eventjes gedraaid. We gaan even op tijd de lucht in vandaag. Zodat iedereen ons ook even de tijd heeft om ons op het gemakje te vinden. Anouk is er vandaag ook bij. Yes. Die gaat even haar laptop op goed zetten. Ja, ja, kunnen we de reacties ook lezen. Caroline is er al. Goedemorgen, dat is de eerste. Dees, goedemorgen. Nou, we hebben vandaag dus... hey Dees, goedemorgen. Net als vorige week woensdag weer een gezellige demo vanuit de winkel. Samen met Anouk. Anouk gaat aan de slag met de nieuwe spulletjes van Marianne Design. Dat is gezellig, hè? Heel gezellig, ja. We moeten iets, hè, nu we nog steeds... Ja, het is heel anders. Ja. Maar we moeten iets natuurlijk nu in lockdown zitten. Dus Anouk heeft leuke dingen voorbereid. En daar gaat ze straks lekker mee aan de slag. Yes, we hebben... een soort van planning gemaakt. Ja. Maar meestal komt daar niet zo heel veel van uit. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. We gaan het gewoon, doen. Ik zie dat heel veel mensen ons al gevonden hebben. 75 mensen zijn al aan het kijken. We hebben in ieder geval lekker een bakje erbij. Dus doen jullie dat ook. Even de uitleg. Vandaag is dus de laatste dag dat je aan je tikkie-mandje toe kunt voegen. Wil je andere dingen toegevoegd hebben die we nu niet in de live laten zien... mag je eventjes bellen, Karen en Joyce zijn er ook. Dan bel je eventjes naar 0416-743200. Anouk gaat zoiets leuks maken. Misschien wil je laten zien wat je gaat maken. Laten zien? Ja. Ja. We gaan als eerste aan de slag met de Veluws-mal van Marleen. En dan gaan we dit kaartje samen maken. Ja, die gaat ze dus zo meteen maken. Met het bestellen doen we het zo. Anouk gaat eerst lekker knutselen zoals Daisy vorige week deed. Nee, Lianne, dat is niet het magnetische... Ja, dat is de magnetische snijplaat waar Anouk nu ook op werkt. Dus daar kun je ook iets over vragen als je dat wilt. Mm-hmm. Anouk gaat zo meteen het kaartje maken. En dan gaan we tegen de tijd dat ze klaar is, bijna klaar is met haar kaartje. Ja. Dan gaan we hier alle spullen laten zien. Die heb ik hier allemaal liggen en dan ga ik de prijzen benoemen. En op dat moment kun je dus bestellen in tikkievorm. Dus zorgen Joyce en Jeroen dat ze weer stand-by zijn. Dan kun je dat nog aan je mandje van vandaag toe laten voegen. Tijdens het knutselen van Anouk kan dat dus eventjes niet. Want die zijn ook druk met andere dingen natuurlijk. Die zijn ook lekker jullie weborders aan het verwerken. Dus, ik word al gebeld. Ja, drink. Dat komt goed. Karen is er om de telefoon ook aan te nemen vandaag. Nou, ik zie dat heel veel mensen ons al gevonden hebben. Ja, dus dat is leuk. Wij gaan even wisselen van telefoon naar de standaard zometeen. Dus dat is heel eventjes rommelig. Zodat het beeld boven Anouk haar werkblad komt te hangen. Mm-hmm. Zodat jullie daar goed mee kunnen kijken wat ze gaat maken. Dus nou, volgens mij heeft iedereen ons wel kunnen vinden. Dan gaan we even... even de truc doen. De Baba truc gaan we even doen. Dat we even wisselen naar het werkblad. Dan moeten we daar ook even ons beeld voor draaien. Yes. Dat is gelukt. Als jij hem, Anouk, heel even uit elkaar wilt trekken. Oh, wacht. Hou jij de telefoon vast? Ja. Yes. En dan leggen we hem op deze manier. Leggen we hem altijd zo erop. In het richeltje. Hij zit verkeerd om. Doe hem even zo. Mijn camera die zit aan de andere kant. We hebben hem andersom gedraaid. Waar is mijn beeld? Hier is mijn beeld. En dan komt hij net voor dat houtje natuurlijk. Ja, waar zit mijn camera? Oh, die zit hier. Dan moeten we het even zo doen, denk ik. Nee, dan is hij ook weer weg. Wat vreemd. Normaal leg ik hem inderdaad zo erop. Nou, hoe kunnen we dat doen? Hij is precies andersom gegaan, dames. Ja. Maar zodra ik hem hier opleg, is het beeld dus weg. Ondertussen hebben we al wel eventjes natuurlijk het kaartje van Anouk in beeld. Mijn camera zit hier. Dan zou je toch zeggen, als ik het zo doe. Ja. Hij moet eigenlijk zo. Ja, de standaard andersom. Nee, maar dat werkt inderdaad niet. Zal ik hem gewoon vasthouden bij jou, Anouk? Ja. Dat kan ook wel. Je moet hem er gewoon hier op leggen, maar dan heb je kans dat hij... Ja, maar kijk, dan zie je het niet, want dan gaat hij precies op het hout. Ja, als je hem hier op dit stukje legt. Dan heb je wel kans dat moet ik niet bewegen. Dat hij eraf kukelt. Ja, moet er niet tegen aanstoten.
Zullen we het zo proberen? Gewoon? Ja, zo gaan we het even proberen. Even kijken of dat hij zo in beeld is. Ik zeg, dit is altijd inderdaad een foto. Nou, dat moet op zich wel lukken, toch? Ja, ik denk het wel. Als ik niet te gek ga doen, dan komt het goed. Dus als jullie straks een hersenschudding hebben, dan weten jullie hoe het komt. Inderdaad, even kijken. Mijn malletje. Nou, goedemorgen allemaal. Gezellig dat jullie allemaal meekijken. Ik kijk heel even op mijn beeld of ik goed in zicht ben. Ja. Kun je het zo lezen? Ja, zo kan ik het. Ja. Nou, ik kijk hier met je mee. Dan Dat is goed. Ik ga proberen om de reacties ook mee te lezen. Maar Jolanda is online en nog een aantal dames van het design team. Dus dat komt helemaal goed. Nou, de Veluwsmal van Marleen, die is nieuw deze maand. We gaan dus allemaal de artikelen van de nieuwe collectie van Marianne Design laten zien. Vorig jaar is al de Van Hartenmal en de Fijne Feestdagenmal van Marianne Design uitgekomen. En nu is er dus nog een nieuwe mal aan toegevoegd en dat is de Veluwsmal. Nou, ik vond het leuk, want ik heb vorige week bij de blog op van de draaikaart van Linda, heb ik ook zo'n soort kaartje gemaakt. En er kwamen zoveel leuke reacties op, dat ik zoiets had van, nou, dan ga ik hem ook voor de live demo maken. Dus deze gaan we vandaag maken. Nou, ik heb als basis heb ik de Dutch de Bedoe mal van het Kompas gebruikt. Dat is al een oudere mal van Dutch de Bedoe, maar omdat de Veluwsmal best wel een grote mal is, wilde ik wel ook een ronde kaart gebruiken waar die mal wel goed op naar voren komt. Nou, de Dutch de Bedoe mallen, die kennen jullie allemaal wel. Ik heb wel al wat voorgewerkt, want anders moeten jullie heel lang gaan kijken hoe ik zit te knippen en te tekenen. Ik heb hem dus al uitgetekend. En het designpapier wat we natuurlijk gaan gebruiken, dat is fleurige groetjes van Marleen. Ik heb als eerste... Ik vind dat iets geslagen, denk ik. Leggen. Nog lager? Oh, ja. Een beetje, zie je het? Ja. Ja. Ja, zo denk ik. Komt goed, Judith. Ja, dankjewel. Het designpapier is fleurige groetjes van Marleen. Dat laten we strakjes zien als we de kaartjes klaar hebben. Dan kunnen jullie dat ook natuurlijk bestellen. Even kijken, ik heb een klein beetje gevoeteld met dit papier. Want ik heb ook papier uit de honeymoon set gebruikt. Omdat ik, nadat ik alle kaartjes klaar had, was ik al door mijn papiersetje heen. Maar zoals jullie zien, past dit papier gewoon perfect bij fleurige groetjes. Nou, dan gaan we eerst even de binnenste rand op plakken. Ik heb het Dutch de Bedoe lijn, doe ik altijd in kleine flesjes. Vind ik zelf gewoon het handigste. Je kunt natuurlijk ook de pen gebruiken van Dutch de Bedoe. Die heb ik ook bij me. Nou, dan hebben we die al opgeplakt. Nou, dit is een draaikaartje wat ik vorige week gemaakt heb voor de bloghop. Dus dit gedeelte kan draaien. Dat gaan we nu niet maken, want dat is een online workshop. Dus we gaan hem nu gewoon opplakken. Ik heb daarna nog twee cirkels uitgestampt, een maatje kleiner. Ik zal even de maat van de cirkel even opmeten. Dan weten jullie hoe groot die is. Nou, de buitenste rand, even kijken of jullie het zo kunnen zien. Die is 11 centimeter. Dus ik heb dan gekozen om het kartstok op 12,5 te doen. En dan nog een andere cirkel van designpapier, een half centimeter kleiner. Dus die is 12 centimeter. En dan past die mal Veluws, die past er dan gewoon precies op. Dus die gaan we opplakken. Als je nou geen cirkelmallen hebt, want van Carlijn zijn ze bijvoorbeeld beschikbaar. Daar zitten heel veel maatjes in. Heeft Jolanda gisteren ook laten zien dat die mallen perfect passen voor deze mallen te maken. Maar je kunt natuurlijk ook een cirkelsnijder gebruiken of eventueel een passer. Maar dat is een beetje oldschool natuurlijk. Nou, dat is echt old school. Het is heel oldschool. Deze kun je ook straks wel even laten zien. Ja. Die van Carlijn, die zijn super handig. Ja, daar zitten echt alle maatjes tussen. Ik zal ze even pakken. Jolanda had ze gisteren ook al laten zien. Dit zijn de cirkelmallen van Carlijn. En zoals jullie zien zitten er zoveel maten tussen dat er altijd wel een geschikt maatje bij zit voor op je kaartjes. Nou, dan hebben we dit gedeelte al opgeplakt. Dan de Veluwsmal. Ik heb het allemaal uit wit kartstok gestampt, omdat ik dat zelf gewoon mooier vind. Maar je kunt natuurlijk zelf kiezen van, ik wil een kleurtje of wat je wil. Je kunt hem natuurlijk ook, dat doen heel veel dames van Marianne Design, die doen ook deze mal uit designpapier. Maar ja, ik vind het altijd leuker als je en kartstok en designpapier ziet. Zo.
En dan had ik zelf het idee om een collectable erbij te gebruiken. Je kunt natuurlijk ook je hele cirkel vol plakken met bloemen. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Maar ik vind het zelf dan leuk om een collectible mal te gebruiken. Nou, ik had voor het voorbeeldkaartje had ik het molletje gebruikt van Marianne Design. Dat is Kool 1488. Maar die is op het moment ook weer heel slecht leverbaar. Er zijn gewoon heel veel producten slecht leverbaar. Maar goed, ik heb het kaartje klaar. Dus we gaan gewoon wel het molletje gebruiken. Nou, alles zit in de mal erbij. Het fijne van de nieuwere mal van Marianne Design is ook dat de kleuren aangegeven staan. Als je bijvoorbeeld de mal van de hondjes hebt, ja, die kan ik dadelijk ook wel even laten zien. Ja, dan is het soms echt zoeken welk stukje voor wat nodig is. Maar bij de nieuwe mallen zie je gewoon echt zoals hier de molshoop, die is al in bruin gemaakt. Het molletje in het grijs. Het stukje gras is bijvoorbeeld groen. En zo kun je steeds makkelijker zien welke kleuren dat je kunt stansen. Dan heb ik even alles erbij. Nou, even kijken. Ik had al alles uitgestanst. Dan hebben we bijvoorbeeld het molletje. Ja, die mist eigenlijk zijn mondje. Wat ik zelf dan altijd doe, je kunt hem ook zo opplakken. Maar ik vind het dan toch leuker als er een mondje achter zit. En het handigste is dan gewoon om er, kijk, gewoon een stukje zwart kartstok achter te plakken. Zodat je toch een mondje heeft. Even kijken. Zorg je dat net op het randje komt. Zo, en dan kan die zo achter de molshoop verdwijnen. Ik had ook labels gemaakt, maar ik heb natuurlijk net de hele mal opgeplakt. Als je hem dus aan de bovenkant openlaat, zoals ik hier heb gedaan, dan kun je de labels er nog inschuiven. Omdat dit een draaigedeelte is. Maar als je hem dus aan de bovenkant een stukje openlaat, dan kun je de labels erin doen. De handjes van het molletje, die doe ik altijd uitstansen uit ruitskleurpapier. Vind ik zelf wel het mooiste. Op de verpakking staat hij een beetje in het roze, maar ik vind het zelf niet zo mooi. Als ik het molshoopje ga opplakken, dan zorg ik dat ik het bovenste stukje niet vastplak. Omdat daar natuurlijk de handjes nog tussen komen. Zo. Het molletje kan alvast opgeplakt. En ook bij het molletje doe ik nooit het helemaal vastplakken. Maar dat doe ik eigenlijk met geen enkele collectible. Omdat ik er toch vaak nog iets, een ballon of iets achter wil steken. En als je dan je collectible helemaal hebt vastgeplakt. Dan wordt dat gewoon niet mooi als je dat los gaat trekken. Nou, de handjes. Die komen net boven het molshoopje uit. Dus die plakken we zo op. Zo tegen elkaar aan. Even kijken. Dan hebben we het brilletje. Die doen we zo meteen. We gaan eerst even de neus van het molletje opplakken. Even kijken. Het neusje doe ik ook altijd uit huidskleurig papier. Maar ja, je kunt het ook helemaal uit zwart doen of uit grijs. Je kunt ook het molletje grijs maken. Maar ja, ik vind bruin toch net iets leuker. Dan zit er nog een klein stukje bij. En dat is het puntje van de neus. En die plakken we hierop. En als je het neusje op hebt geplakt, dan kun je eigenlijk het brilletje pas goed opplakken. Zodat je weet hoe ver die moet komen. Even kijken, ik heb het brilletje, want dat is altijd het leuke van het papier van Marianne Design. De voorkant, die hebben eigenlijk altijd een printje. En de achterkant is altijd effen. Dat zullen we dadelijk ook laten zien. Dus alle accessoires, zoals de bloemetjes, het gras, dat doe ik altijd uitstansen uit het designpapier. En daar hoef ik dus geen kartstok voorbij te zoeken waarvan je niet weet of de kleuren mooi bij elkaar passen. Het brilletje doe ik een heel klein beetje lijm op. En dan til je eigenlijk het hoofdje een klein beetje op. Daarom plak ik het dus niet helemaal vast. En dan kun je zo het brilletje vastplakken. Het oogje doe ik daarna inderdaad pas. Als je eerst dus het oogje opplakt en je wil daarna je bril doen. Ja, dan is het soms moeilijk zien of je oogje goed recht zit. Of die mooi in het midden komt. Zo doe ik ook een heel klein beetje lijm op. Even mijn pen erbij. En dan plakken we het oogje op. Zo. En natuurlijk maken we ook nog even een wit puntje in het oog.
met de Unibal Signo pen. Dat doe ik op het laatste, als de kaart klaar is, doe ik daar ook nog accentjes. Maar dan zie je direct dat het molletje een hele andere uitstraling heeft. Nou had ik nog wat plukjes gras uitgestanst. Dat heb ik ook uit het designpapier gedaan. Ik zal dat straks ook even laten zien. Kan ik misschien even laten zien waar ik het heb gelegd. Even zoeken. Ik heb dus de kleur groen heb ik ook gebruikt van het papier van Eleni's Honeymoon. Zoals jullie zien past het groen ook gewoon heel goed bij fleurige rotjes. En wat misschien ook handig is, dan vertel ik met de demo ook altijd. Als je de papierblokken van Marianne Design hebt, ik doe er achterin altijd een pocket maken. En daar doe ik alle restjes papier in duwen, zodat ik dat nooit kwijtraak. Want je hebt gewoon heel vaak restjes over en daar doe ik dan bloemetjes en vlinders van stansen. En zo blijft alles gewoon mooi bij elkaar zitten, want anders vliegt al dat papier alle kanten op. Dus misschien nog een tip voor jullie. Nou, even kijken. Nou, de bovenkant van de molshoek die had ik ook niet helemaal vastgeplakt, want daar wil ik dan nog een stukje gras tussen steken. Kijk. En daar kun je ook nog bloemetjes bij maken. Ik had hier nog een stukje gras. Ja, zo. Ja, ik lees inderdaad veel handige tips van het papierblok. Maar ik was zelf ook een manier aan het zoeken hoe ik dat het beste kon bewaren. En toen dacht ik, als ik nou een pocket achterin maak, dan kan ik daar mooi alle papiertjes in schuiven. Dat is een goede tip inderdaad. Ja, toch? Goed idee. Ja. Ja, ik vertel dat ook altijd op de demo. En dan zeggen mensen, oh, dat is een goed idee. Dus we kunnen elkaar weer een beetje helpen. Hè? Even kijken. Nou goed, de pockets die sla ik dan even over, want ik heb het natuurlijk al te snel vastgeplakt. Nu gaan we nog een paar bloemetjes doen of een vlinder. In de nieuwe mal van Marleen, Flowers by Marleen, zitten verschillende bloemen. Ik zal ze even laten zien. Er zijn verschillende bloemen, wat grotere en kleinere. Hier zijn ze eigenlijk allemaal één keer als voorbeeld op een kaf uitgestand. Maar ik vind het zelf mooier als je ze gewoon een paar keer doet uitstansen. Zoals je hier ziet heb ik twee maten gebruikt. Dus voor de onderste kleur een donkere en de twee kleinere, die zijn iets lichter. Die heb ik op elkaar geplakt en dan een beetje gedraaid. En dan krijg je toch wat meer idee dat het een bloemetje is. Dus dat ga ik nu ook doen. Kleuren. Ik hou zelf ervan om heel erg in één kleur te werken. Zoals hier op het kaartje zijn vooral de zandkleuren, de lichtere kleuren die ik gebruikt heb. En nu, dit kaartje zijn we in het groen aan het maken. Maar ik vind het zelf niet mooi om dan hier roze bloemen bij te gebruiken. Maar dat mag je natuurlijk zelf weten wat jij leuk vindt om te maken. Even kijken. Nou, de bloemetjes had ik ook al uitgestanst. Nou, dan plak je ze gewoon op. Draai eens een beetje. Ik heb ze nu allemaal in dezelfde kleur gedaan. Dus niet één kleur donkerder, maar dat kan natuurlijk wel. Gezellig dat jullie allemaal met zoveel meekijken op de woensdagochtend. Zo, en dan willen we daar natuurlijk een hartje in de bloem. Ik heb verschillende kleurtjes uitgestanst. Het hartje doe ik dan wel altijd in een andere kleur, dat je iets meer diepte krijgt. Die moeten we even omdraaien. Zo. En als je dan de bloemetjes een beetje omhoog zet. Even met mijn nagel doen. Kijk, dan krijg je zo een heel leuk bloemetje. Is het nog allemaal goed te zien? Ja. Nou, ik plak ze een beetje zoals ik het vorige kaartje ook heb gedaan. In de mal zitten ook verschillende blaadjes. Je hebt deze blaadjes en dat lijkt meer op een eikenblaadje. En ook heel veel kleine bloemetjes. Dus we gaan. Ik heb deze blaadjes uitgestanst. Die ga ik onder het bloemetje doen. En hier zit nog een cirkeltje. En het cirkeltje is eigenlijk voor de hartjes van de bloemen. Dus je hebt een hele grote. Je hebt de middelmaat. Die ga ik nu voor deze bloemen gebruiken. En die hele kleine. Die kun je op die kleine bloemetjes doen. Of je doet dat gewoon met een parelpen. Doe je er zelf een dotje in maken. Of van die kannenklare parels. Het is net wat je zelf leuk vindt. Of wat je in huis hebt. Nou, even kijken. Ik plak eerst het blaadje op,
Soms zijn die stengeltjes een beetje lang, maar dat doen we aan de verkeerde kant. Dat maakt niet uit, want daar komt het bloemetje gewoon overheen. Ik wil natuurlijk wel ook nog een stuk van mijn mal zien. Daarom heb ik hem dus aan de bovenkant, dat als je de kaart voor je hebt, dat daar bovenaan veel lief staat. Dan doe ik hem zo opplakken. Het blaadje kun je een beetje buigen. Zo. En dan doen we nog een klein blaadje. Het hoeft niet, je kunt ook maar één blaadje doen. En die steken we aan deze kant. En die doen we ook een beetje buigen. Zo, dan krijg je al een heel leuk bloemetje. Ik doe op deze kaart even geen tekst stempelen. We hebben deze maand voor Marianne Design ook wel een nieuwe stempelset. Lieve teksten. Ik zal die heel even snel laten zien. Maar die is dus op het moment gewoon al uitverkocht. Dus die hebben jullie allemaal massaal besteld. En die komt pas weer in maart. Dus ik ga even voor de live geen teksten nu gebruiken. Nou, dan hebben we aan deze kant hebben we een bloemetje. Dan wil ik hierboven nog. Aan de rechterkant wil ik nog wel een bloemetje. Je kunt er ook een vlinder op plakken. Is net wat je leuk vindt. Maar ik vind de vlinder dan niet in verhouding met het molletje. Kan natuurlijk wel. Is net wat je leuk vindt. En die mal van de vlinders, maar die laten we straks wel even zien. Daar zitten ook kleine vlindertjes in. Er is ook nog een XL vlinder. Die heb ik zelf niet, dus ik weet niet hoe groot die is. Deze vlinder zal ik ook even opmeten. Even kijken. Die is 5 centimeter in de breedte. Ja, Marieke, ik ben ook helemaal verliefd op deze nieuwe collectie. En volgende maand komt ook een hele leuke collectie uit. Ik weet niet of jullie die al gezien hadden. Dat is een beetje een bijtjesthema. Er zit een kraftstensel bij van zo'n honingding van Marleen. Er zit een collectible mal in van bijtjes. Background, die laat ik straks zien van wat ik gebruik heb voor een kaart van de hondjes. Maar die is volgende maand een bijenthema. Dus die is ook echt ontzettend leuk. Dus volgende maand kunnen we ook ons hart weer ophalen. Nou goed, ik ben sowieso verliefd op bijna iedere collectie van Marianne Design. Zo. Dan gaan we nog het laatste opplakken. En dan ga ik even kijken dat ik nog een donker hartje heb voor in de bloem. Dat is deze. Leuk hè, die zachte G. Ja. Jullie horen dat ik helemaal uit het zuiden kom, net als Linda. Dat is even een heel ander taaltje dan hier in Brabant. Zo, kijk. Ja, dan is deze alweer een beetje plat gegaan. Maar goed, die doen we straks nog wel even recht zetten. Even kijken. Nou, wat heb ik dan nog gedaan? Hier op de molsoep, ja, die vind ik een beetje kaal. Ik denk, daar ga ik ook bloemetjes doen. In de mal van de mol, daar zit ook nog wel een bloemetje in. Dat is dit stukje met het bloemetje. Ja, ik ga geen bloemetje uit een andere mal gebruiken. Want ik wil natuurlijk wel de nieuwe mallen laten zien. En in de Flowers bij Marleen zitten natuurlijk ook kleine bloemetjes. Die had ik jullie net laten zien. Ik moet hier nog een blaadje plakken, zie ik. Even kijken. Een stukje afknippen. Zo, yes. En dan gaan we hier beneden op de molsoep nog een klein bloemetje plakken. En dan wil ik natuurlijk behalve veel liefst toch nog wel een tekst op mijn kaart. We zullen straks even laten zien in de designpapierset van Marleen dat er ook een stickervel bij zit met allemaal leuke teksten. Daar heb ik dus een tekst van gepakt. Ik heb gekozen voor Pluk de Dag. Het zijn stickers, dus ja, het is handig om die toch op een stukje kartstok te plakken. Ik doe dat zelf altijd, ook met andere mallen die ik, of als ik stempels doe stempelen, doe ik toch altijd nog een ander stukje papier erachter, omdat ik dat zelf mooier vind. En ik dacht, het is wel leuk om het molletje die tekst in handen te geven. Ik moet alleen even kijken dat de tekst wel nog in beeld blijft. Een beetje zo had ik het idee. Die plakken ook vast. Even kijken. Yes.
Oh, Margriet, ja, dat is zeker een leuk cadeautje. Ja, de collectie is echt heel leuk deze maand. Nou, dan hebben we het ver. Volgende maand ook weer. Ja, ja, dat vertelde ik net al. Ja, inderdaad. Even kijken, doen we hier nog een bloemetje. Het is altijd wel leuk als de vorige collectie uit is. Dan zie je eigenlijk al direct weer de pre-order van de maand erna. Dus aan het einde van de maand zien we altijd wat de maand erna uitkomt. Dus we kunnen ons een hele maand op verheugen. De nieuwe collectie die komt de laatste vrijdag van januari komt die uit. Dus dat is vrijdag over 2 weken al. Nou, dan zit in de mal van Marleen. Ik moet even aan het zoeken waar het gelegd gaat. Oh, hier ligt hier. Behalve de cirkel. Ik zal dit straks ook even laten zien als we de tikkie gaan doen. Want ik had nog een voorbeeld gemaakt met een shaker. Zal ik dadelijk laten zien. In het midden zitten ook nog bepaalde teksten. En het is leuk om die op je kaart zelf te stansen. En dan heb je nog een tekst erin. Maar ik vind het ook altijd leuk. Maar dat is wel een beetje fragiel. Dus het zijn wel kaartjes die je eigenlijk moet geven. Of als je ze opstuurt met bubbeltjes plastic moet verpakken. Om ze om de rand heen te doen van de kaart. Ik heb ze al even uitgestanst. Dus dan zie je heel goed voor jou, zomaar of groetjes. En dan dacht ik, nou, ik vind groetjes wel leuk. Dus die ga ik pakken. Hij stans dus, is eigenlijk een no-end stans. Dus je kunt dit nog een stukje verder laten lopen. Maar ik knip hem toch ver aan het begin, knip ik hem af. En dan deze kant ook. En dan pak ik een klein randje, want dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Zo, dan halen we dit stukje er even af. Kijk, yes. Het is wel een beetje fragiel zoals ik zei. Dit stukje ook. En dan zit er hier nog een klein puntje in. Zo, en dan als je hem dus een beetje doet buigen, dan krijg je hem dus gewoon rondom je kaart geplakt. Ik doe het dan zelf aan de achterkant, want als ik een kaartje ga versturen, dan doe ik toch altijd aan de achterkant nog een velletje. Zodat je die rand niet ziet. Je kunt eventueel de tekst nog een beetje beïnkten, dat die niet helemaal wit is. Maar ja, dat is net wat je zelf mooi vindt. Zo. Dan doe ik hem een beetje bovenaan de kaart. Dat hij goed zit. Dat je het randje niet ziet. Zo. En dan vond ik voor jou ook nog wel leuk. Dus ook dan nog de tekst zomaar. Even kijken. Die gaan we er ook nog op plakken. Alleen met deze kaart. Normaal maak ik altijd dubbele kaarten. Dat weten jullie denk ik wel van al mijn blogposten. Ik zal dadelijk ook een paar voorbeeldjes laten zien hoe je dat heel makkelijk kunt doen. Maar deze kaart, ja, die is niet echt handig om die dubbel te maken. Dus bij deze kaart heb ik wel een enkeltje gemaakt. Als je voor jou wil opplakken, is het handig om hem even door te knippen. Omdat je dat anders niet gaat raden qua bolling. Doe weer een beetje lijmer op. Zo. En die plakken we een beetje hier. Je zou ook kunnen zeggen van nou, ik wil hem aan de binnenkant, dus aan de middelste cirkel nog een tekst doen. Maar dan moet je hem dus niet helemaal vastplakken. Dat kan ook. Ik heb hier even een stukje af. En dan kan dit er wel redelijk dicht tegenaan geplakt worden. Zo. En dan zit hij. Nou, het enige wat we nog moeten doen, wat ik altijd doe, is een lintje er doorheen. Even een stukje lint pakken. Ik vind het zelf altijd leuk om gewoon een gekleurd lintje te pakken wat een beetje past bij je kaart. En dan doe ik er altijd nog een stukje hemkort omheen. Daar maak ik dan een strikje van. Hier moet je een beetje mee opletten dat je dit stukje vasthoudt, want het bovenste stuk is ook wel een beetje fragiel. En het is zonde als je kaartje scheurt als je hem al zover klaar hebt. Nou, pakken we een stukje hemkort. Ben ik nog goed in beeld? Ja.
En die doen we gewoon aan de achterkant eromheen leggen. En even een strikje erin maken. Zo. Even kijken. Yes. Nou, dan kun je het strikje nog even een beetje recht doen. Net wat je leuk vindt, maar voor mij hoeft het niet allemaal heel recht te zijn. Het mag ook best een beetje speels alle kanten opsteken. En dan hebben we het eerste kaartje klaar. Dus, ja, maar ik ga nog de slimline en de tag doen, erachteraan. Ja. Nou, dan hebben we twee kaartjes. Ze zijn eigenlijk wel hetzelfde, maar qua kleur zijn ze natuurlijk heel, heel anders geworden. Thuis doe ik ook nog altijd met een spetterpen wat zwarte puntjes maken. Dat maakt het toch net iets leuker. Eventueel met je, hoe heet die pen ook wel, de Signo Multiliner, kun je nog wat accentjes aanbrengen. Dat doe ik eigenlijk altijd wel op mijn kaarten. Dus bijvoorbeeld op het neusje van de mol doe je iets. Je kunt op de hoeken van de vingertjes nog een streepje zetten. De bloemblaadjes kun je nog een beetje een accentje geven. Dat is net wat je leuk vindt. En als je het leuk vindt kun je natuurlijk nog een paar pareltjes op je kaartje doen. Maar ik vind hem zo eigenlijk wel heel erg leuk. Nou, dan hebben we de van hart, of de veelliefsmal hebben we nu gehad. Die ga ik heel even aan de kant leggen. Ik zal dadelijk nog de andere voorbeeldjes laten zien die ik gemaakt heb met deze mal. Even een beetje opruimen. En dan hebben we natuurlijk nog heel veel andere leuke producten in de nieuwe collectie zitten. En ik had het idee om in dit eerste stuk nog even de slimline mallen te laten zien. Daar ga ik geen heel kaartje mee maken. Maar ik ga jullie wel even laten zien wat je er allemaal mee kunt. Even voorzichtig dat de telefoon niet valt. Nou, de slimline. We hebben natuurlijk al een tag van Marianne Design. Die is wat breder. Die hebben we heel veel gebruikt. Maar omdat we natuurlijk heel veel slimline kaartjes maken op het moment. Is het geniaal dat ze deze mal hebben uitgebracht. Hij is heel erg leuk ook voor de Bella Lulu Challenge te gebruiken. Afgelopen donderdag heeft Nathalie de Bella Lulu Challenge gedaan. En toen heb ik meegedaan. En toen heb ik natuurlijk de slimline mal gebruikt. Ik heb hem dan wel in kerst gemaakt. Maar ja, zo zie je dus dat je voor een slimline kaart en zeker voor Bella Lulu heel makkelijk deze mal kunt gebruiken. Nou, er zijn twee soorten. Of twee groottes eigenlijk. Je hebt de hele grote. Ik zal even voor jullie opmeten hoe groot die is. Jullie bewogen een beetje. Even kijken. Die is 21 centimeter. Dat is inderdaad echt precies slimline grootte. En dan zit er een kleine erbij. En die is bijna, kunnen jullie het zien? 14,5. En het leuke is dat die mini slimline, die past weer in de envelop. Die deze maand ook in de collectie zit. En dat is deze mal. Dus die wil ik ook dadelijk even met jullie maken. Zodat jullie zien. Ik denk dat zich dat wel vanzelf wijst. Maar die ga ik ook even met jullie maken. Dan gaan we eerst even laten zien hoe de slimline, hoe je die leuk kunt gebruiken. Nou, zoals ik zei, maak ik eigenlijk altijd dubbele kaarten. Ik vind dat zelf mooier, ook voor de ontvanger. Zodat hij de kaart ook neer kan zetten. Ik heb even nu een andere achtergrond gebruikt, maar op het voorbeeldkaartje dat ik gemaakt had, heb ik de background van, even kijken hoe heet die, Eline's background gewoon. Maar die gaan we dadelijk ook laten zien in de tikkie. En zoals jullie zien past die dus precies hierop. Ik heb, je hebt in een groot vel zitten altijd, in een background zitten altijd drie stukken achtergrond, twee grote en één kleine. En die kleine die is net te klein voor hierop. Dus ik heb op deze kaart heb ik er een heel klein stukje afgesneden. Maar ik zal jullie hier even laten zien. Ik leg dit heel even aan de kant. Ja, ik laat jullie hier even zien. Dit is dan de grote. Ja, die is dan net te groot voor op de slimline. Maar ja, die goed, daar kun je een stukje afknippen. Oh, deze is 20. Maar je hebt natuurlijk dit stukje erbij. Dus we moeten eigenlijk vanaf dit stuk meten.
Dit is dan een background van, ja, die is in de lente is die uitgekomen. Die wordt veel gebruikt met de schaapjes. Nou, dan heb ik deze gebruikt. Die heb ik dus een klein stukje ingekort. En dan past die dus perfect op je slimline kaart. Ik heb de hoeken wel afgerond, want ik vind het niet mooi als die dan vierkant zijn. Nou, hoe maak je nou... Ook, ja. Ja, leuk zijn. Ja, heel ja, leuk. Ja. Die plaatjes. Ik doe altijd twee keer de mal uitstansen, omdat ik dus dubbele kaarten maak. Het hoeft niet, maar ik vind dat zelf fijner. En ik zal jullie even laten zien hoe je dat makkelijk kunt doen. Bij die backgrounds, die liggen altijd in de breedte. Dus ik kan niet de kaart op deze manier maken. Ik zal even iets lager werken, zie ik. Dus hij moet zo in de breedte gemaakt worden. Nou, ik doe dan twee keer de mal uitstansen. En ik zet dan ongeveer op 4 centimeter, 4 of 5 centimeter, zet ik even een hulplijntje. Het kan nu inderdaad lager of hoger, want ik ga hem nu in de breedte maken. Normaal als ik hem zo maak, dan doe ik het op 4 centimeter. Dat je nog een stukje hebt waardoor hij recht kan staan. Maar hij gaat nu in de breedte gemaakt worden, dus dan doen we hem iets lager. Even kijken. En dan maakt het niet zo heel veel uit, maar dan is het makkelijkste als je dit puntje gewoon aanhoudt. Kunnen jullie dat goed zien? Ja. Nou, dan doe je even gewoon een rillijn maken. En dan vouw je hem even om. Ik heb een stevige kartstok. En het hoeft ook niet helemaal recht, want dat zie je dadelijk toch niet. En dan doe ik op het bovenste stuk ga ik lijm doen. Zo. En dan pak ik het voorste stuk en dat plak ik daarop. Even goed aandrukken. Dan draai ik de kaart even om en dan vouw ik het achterste stuk even terug. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Zo. Kijk, en dan kan zo je kaartje blijven staan. Dan is het wel handig. We hebben bij die slimline mallen, daar zitten natuurlijk die extra stukjes tussen. Dat je niet zo vast doet plakken, want dan kan je kaartje niet meer open. Dus dan doe ik het nu alleen aan de voorkant. Dus zonder als je een extra kaart hebt gemaakt en hij kan niet blijven staan. Nou, dan plakken we dit hier voorop. En dan doen we hem gewoon alleen aan de binnenkant. Normaal zou je hem dan aan de achterkant doen als je de kaart zo doet. Even kijken, ik ben lager aan het werken en ik zie mezelf goed in beeld. Jolanda, zie jij me goed in beeld? Even kijken. Ik zie op mijn laptop dat ik goed in beeld ben. Ja hoor ook. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, daar hebben we de achtergrond. Ik heb nu dan een andere achtergrond gepakt. Ik heb de kleurtjes van dit gedeelte, dat extra stukje wat je eromheen doet, aangepast aan de achtergrond. Dat kwam uit een andere papierset van Marianne Design. Hier doen we dan een beetje lijm weer op. Zo. Recht zit. Yes. En dan gebruiken we ook nog een lintje. Even kijken welke ik hiervoor had. Ik had hier een ander lintje voor. Dan doe ik nu gewoon even een hemkoordje even erdoorheen. En hier is het ook handig dat je het lintje alleen door de bovenste kaart heen doet. Oh, ik heb hier nog een rondje. Die was ik vergeten. Die was ik aan het zoeken. Dit is nog zo'n, wat is het, zo'n soort eyelet dingen. Rondje, die kun je nog gewoon op dit stukje passen, zetten, waardoor het dus wat steviger is als je lintje er doorheen gaat. Ik zal dadelijk nog wat leuke voorbeeldjes laten zien met de slimline. Maar ik wilde jullie in deze live vooral laten zien dat je de background van Marianne Design heel leuk kunt combineren met de slimline kaartjes. Kijk. En dan kun je hier natuurlijk op die backgrounds kun je of een schaapje maken of de kikkertjes of net wat je leuk vindt. Een leuke tekst erop en dan
Dan is die klaar. Ik zal hem ook even in het, de kleinere versie laten zien. Die werkt eigenlijk hetzelfde, maar dan ga ik hem nu recht opmaken. Hi Francine, gezellig dat je meekijkt. Zo. Nou, de kleine mal die had ik net opgemeten, die was geloof ik 15. Even kijken, 14,5 ongeveer. Ja, 14,5. En die past dan weer perfect in de envelop. Maar dat laat ik jullie zo meteen zien. Nou, ik heb hem hier dus ook twee keer uitgestanst. Hier gaan we dus ook een relay maken. Maar dat is ongeveer op 4 centimeter. Ja, dat is net wat je handig vindt. Dus dan zet ik even een klein puntje. En dan een rilpen. Ja, yes, hier is die. Doen we dus even een rillijn maken. En dan vouwen we hem weer, weer om. Annie, de achtergronden die hebben ook de Kobe-Noor en zo, maar niet allemaal. Die van de hondjes, deze, die, is, die laten we dadelijk zien tijdens de tikkie en dan kun je deze bestellen. En die wat volgende maand in de collectie komt, die staat al in pre-order, die kun je alvast bestellen. Nou, ik doe dus weer lijm op het bovenstuk. En dan plakken we de voorste stuk er gewoon weer op. Zo, dan draai ik hem altijd even om, zodat ik zeker weet dat hij goed vast zit. Thea, we kijken dadelijk eventjes hoe laat het is, dan doen we een tikkie. En dan houden we even pauze en dan laten we, voordat we offline gaan, laten we even weten hoe laat we weer online gaan. Nou, hier komt ook weer een stukje designpapier op. Dat is dus een kleinere stuk. Dat zit allemaal in de mal erbij. Ah, jammer Annie, maar je kunt altijd terugkijken. Hè? De lives blijven in de groep staan en ik denk dat ze ook achter elkaar gemonteerd worden op YouTube. Dat is met de lives van Daisy van 2 weken geleden ook gebeurd. Dus dan kunnen jullie het allemaal nog terugvinden en terugkijken. Laagje. Dan zeg ik, als je een kaart laat zien, zit je buiten weer. Nou, ik ga het even wat lager laten zien dan. Ik heb natuurlijk vertraging, want ik ben al een stukje verder. Maar ik heb de kaart nu nog, ik zal even met de telefoon meekijken. Ja, nu is die in beeld. Ja, dus dit is de achtergrond en die laten we dadelijk ook zien. Ja, maar ook als u een tikkie wilt bestellen, dan kunt u gewoon een link om te zetten. Miranda, welk papier heb ik als basis gebruikt? Nou, ik heb vooral fleurige groetjes gebruikt, maar ik heb nu even uit een ander papierblok, want ik was al door mijn papier heen. Even kijken waar die ligt. Ik moet even zoeken waar ik die gelaten. Ah, ja. Voor dit kleine kaartje waar ik nu mee bezig ben, dat is Springtime, is ook van Marianne Design. Even kijken of jullie het zo kunnen zien. Daar is de bestelnummer PK9174 van. En naast voor het grote label, dat was een background van Eline. Dat is deze. Dankjewel Marieke. Nou, dit is het kleine kaartje inderdaad. Zoals jullie zien kan die dus gewoon zo blijven staan. Even kijken of jullie dat goed zien zo. Ja. Nou, daar zitten ook de kleine stukjes zitten erbij voor bovenaan je kaartje te doen. Nu hoef ik geen rekening ermee te houden dat ik hem maar aan één kant vastplak. Omdat ik hem aan de bovenkant de rillijn heb gemaakt. Dus die past er gewoon... perfect op en dan kan die ook gewoon, gewoon nog open het kaartje. Zo. Dan plakken we hier nog het kleine rondje op. Ik heb dus alles uit hetzelfde designpapier gedaan. En het voordeel is, wat ik net ook al vertel, is dat de voorkant van de printjes, dat is meestal een drukprintje, daar zit een motiefje op. En de achterkant is altijd effen. Even kijken, ik bedoel het witte basispapier. Dat is gewoon gewone kartstok. Gewoon wit kartstok. Zo, en zo kan die blijven staan. Doen we er nog even een lintje in. Het lintje is veel te lang, maar dat maakt niet uit. Zo, dus die knippen we een stukje af.
En dan doen we er nog een stukje hemdkodem in. En je kan natuurlijk ook, als je het leuk vindt, de tags op elkaar gebruiken. Ik heb het ook wel eens gedaan dat ik aan de binnenkant een pocket deed maken en dan het tag er zo in deed schuiven. Dus dat je hem eigenlijk zo had, dat je hem eruit kunt halen. Maar je kunt hem ook zo opplakken of zo. Dus net wat je wil. Nou, de mini tags, de Slimline mini tags, die past perfect in de mini envelop. En die wilde ik in deze live ook nog even met jullie gaan maken. Nou, de mini envelop die ziet er zo uit. Als die klaar is, dan is die ongeveer 15 centimeter. Even kijken. Nou, ik had al een voorbeeldje gemaakt. Even zoeken. Die hebben jullie vast wel al op Facebook voorbij zien komen. Die heeft ook op het blog gestaan. Ik had als eerste dit kaartje met de hondjes gemaakt. Die kunnen jullie dadelijk ook bestellen. Dus inderdaad, de kleine mini tag. De tekst die erop zit, die is van uit Lieve Teksten, maar ja, die is op het moment niet leverbaar helaas. En de envelop vond ik ook wel leuk om die ook een beetje te pimpen met de spulletjes die ik ook op de kaart heb gebruikt. Ik heb dus gewoon de envelop zelf gemaakt met het kraftstencil. Daar heb ik een stukje kartstok uitgesneden en daar nog een stempel op geplakt. En het kleine postzegeltje die zat in de adventkalender van Marianne Design van afgelopen jaar. Dacht, die is ook wel leuk en dan laat ik daar het hondje zo uitsteken. En op de achterkant zit nog een soort zegel. Die zat ook in de adventkalender. Dus die zullen ook heel veel mensen van jullie wel hebben. Dus dit was een voorbeeldje met het hondje. Nou, dan gaan we de envelop maken. Ik heb hem hier even, maar dit is een heel dun papier, dus ik ga hem even helemaal live met jullie maken. Maar zoals je ziet, kun je hem gewoon zo dichtmaken. En ja, je kunt hem of nog in een andere envelop doen of gewoon zo opsturen. Alleen zou ik hem dan wel echt dichtplakken als je hem echt met de post gaat versturen. Nou, ik had het idee om hem, ik heb hem het papier Springtime weer even gepakt. Daar heb ik natuurlijk net ook het kaartje mee gemaakt, dan kan dat mooi bij elkaar. Nou, als je hem dus zo legt, gaat hij niet passen. Dus hij moet wel een beetje schuin gelegd worden. Op het moment dat je dubbelzijdig designpapier pakt, is het leuk dat als je de envelop open doet, dat de binnenkant ook leuk is. Normaal teken ik altijd aan de achterkant van het papier. Dat zal ik jullie straks laten zien, want vanmiddag als laatste gaan we ook de gieter samen maken. En straks de melkpakjes. Maar goed, nu maakt het eigenlijk niet uit aan welke kant je doet tekenen, omdat je de envelop aan twee kanten kunt gebruiken. Nou, het magnetisch werkblad is hier heel handig bij van Craft Emotions. Je kunt dus gewoon je papier, of je mal, kun je op je papier vastzetten. Dan ga ik even de buitenkant omtekenen. Dit kennen jullie allemaal wel, dat is eigenlijk hetzelfde als de Dutch Doobadoo mallen. Dus dat is even saai om naar te kijken. Dus we tekenen hem even helemaal om. Zo. Ik doe thuis altijd, maar dat is ja, wat je zelf fijn vindt. Je kunt de rillijnen tekenen en daarna rillen. Ja, ik vind dat allemaal dubbel werk. Dus ik kies er eigenlijk altijd voor om, omdat ik een magnetisch werkblad ook thuis heb, om hem vast te zetten. En dan gewoon de rillijnen er al in te maken. Dat scheelt me weer uitgummen dadelijk. Maar dat is net wat je fijn vindt en wat je handig vindt. En de meesten zullen gewend zijn om alles uit te tekenen en daarna te rillen. Maar ik vind dit wat makkelijker. Dus je doet even alle rillijnen goed rillen. Zo. Yvonne Bartels, ja, er is een andere mal voor een grote slimline van Marianne Design. Maar dat nummer, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar die is bij Marianne Design wel te vinden. Hey, goedemorgen Monika. Nou, dan gaan we even uitknippen. En dan kan ik dadelijk kijken welke kant ik het liefste wil gebruiken. Als je hem dus gewoon in het wit maakt, ja, dan heb je die keuze niet. Dan is het gewoon een witte envelop. Zo. Maar ik vind het wel leuk als je het kaartje, of dat de envelop hetzelfde kleur papier heeft als het kaartje zelf. En dat je daar dan ook nog iets leuks op kunt maken. Ja, Lens, scheelt hè? Als je niet alles hoeft uit te tekenen.
Voorheen had ik ook wel een magnetisch werkblad, maar dat vond ik toch niet zo fijn werk. Hè? En voor mijn verjaardag vorige maand had ik deze snijplaat gekregen. En dat scheelt toch wel een hoop werk. Toen dacht ik, waarom zou ik het niet direct rillen? Waarom zou ik het eerst allemaal uittekenen? Bij het melkpakje vanmiddag ga ik dat wel doen, omdat dat vergt wel enige uitleg hoe je dat moet maken. Maar goed, dit zien jullie ook wel wat de rillijnen zijn. Dus dan kan ik hier laten zien dat ik het niet allemaal doe uittekenen. Nou, het aantal grammen papier die je voor de envelop gebruikt, dat mag je natuurlijk zelf weten. Ik vind het zelf wel fijn om een beetje stevig papier te pakken. En dit is gewoon het designpapier van Marianne Design. Ik weet niet, volgens mij staat dat niet erop hoeveel gram papier dat is. Nee, het aantal grammen staat er niet op. Nou, wat zal dat zijn? 150 of zo? Het rondje. Nou, oké. We hebben dus de rillijnen gemaakt. Even kijken of jullie het goed kunnen zien dat de rillijnen erin zitten. En die gaan we dus vouwen. Laatst bij voor de abonnees. Iedere week 2 video's van een aparte online. Dan doen we het even goed doorrillen. Zodat je een stevige vouw krijgt. Hier nog een stukje. Hier is ook wit. Ik zal het wel even kijken. Het hondje, op welke mal staat er? Wacht, ga ik even runnen. Die had ik meegenomen. De mal is een beetje gaar, want die heb ik heel veel gebruikt al. Dat is de Kool 1464. Maar die kunnen jullie dadelijk, als jullie willen, in de tikkie ook gewoon bestellen. Die ligt hier op tafel. Oh, dankjewel Judith, dat je even het nummer hebt opgezocht. Super. Dat scheelt. Nou, dan hebben we hem eigenlijk zover klaar. Ja, goed, je kunt dus natuurlijk nog even je potloodlijntjes uitgummen. Die hoef ik dan alleen aan de buitenkant te doen. Want de binnenkant heb ik niet afgetekend, heb ik gewoon gerild. En zo heb je dus heel snel gewoon voor je slimlijnkaartjes een envelop klaar. Nou. Dan vouw je eerst de binnenkanten naar binnen, of de zijkanten naar binnen. En dan vouw je deze kant eroverheen. En dan doe je natuurlijk een beetje lijm hierop. Aan allebei de zijkanten. En dan kun je hem dichtvouwen. Nee Monika, ik heb niet het Florence kartstok gebruikt. Ik heb gewoon uit mijn voorraad witte kartstok gebruikt. Floris is 200 gram, geloof ik. Dus die zal ook ongeveer zo dik zijn. Nou, en dan is het envelopje is klaar. Dan kun je hem zo dichtvouwen. En dan, ik had dan op deze de voorbeeldje, kijk, waar is die? Had ik dan het zegel van Marleen gebruikt. Die heeft hij ontworpen voor de adventkalender. Dus die heb ik alleen aan de onderkant vastgeplakt, zodat je hem gewoon er nog achterin kan schuiven. Zo. Aan de voorkant is dan leuk om een beetje te pimpen in de vorm van je kaartje. Nou, dit gaat dan iets met spring worden, want dat is het papier Springtime van Marianne Design. En zo pas je er dan in. Je moet alleen het strikje even een beetje naar binnen vouwen als je hem in de envelop wil vouwen. Kijk, en dit is ook leuk dat dit toevallig hetzelfde papier is. En deze vouw je een klein beetje naar binnen. En dan doe je hem dicht. Kun je hem of met een plakbandje of inderdaad met een zegel of iets anders kun je hem vastplakken. En dan op de voorkant is het dan leuk om je kunt het ook doen met de mal, want daar zit ook zo'n stukje in. Kun je aftekenen en uitknippen. Maar het is net zo makkelijk om het even met het snijapparaat op maat te maken. Ik zal dat stukje even uitmeten hoe groot het is. 7,5 bij 4,3 ongeveer. En die plak je dan hierop en daar kun je dan de geadresseerde op neerzetten. Nou, en dan hebben we dit laten zien, de tags hebben we laten zien. Dan ga ik even de paar voorbeeldjes laten zien. Of zullen we al switchen, Jolanda? Ja, of die stand-by zijn voor de tikkie.
Zo. Ik wil wel meeluisteren, dus ik loop wel even naartoe. Hè? Ja, is goed, ja. Ja. Lisanne, ik ga het je even vertellen welke. Goedemorgen trouwens. Dit is het krachtstelsel van de Mini Slimline envelop. Dat is de PS8111. Het is allemaal nieuwe collectie van Marianne Design. Is het zo goed in beeld? Ja. Maar die komt zo aan bod, want we gaan nu switchen en dan gaan we de tikkie doen. En dan laat ik ook nog wat voorbeeldjes. Dan gaan we weer even vogelen. Een barbetruc. Nou, hij ligt wel los nu gelukkig. Hij is niet gevallen. Hij is niet gevallen? Ik ben braaf stil blijven zitten. Oh. Even kijken hoor, dan gaan we hem zo weer even draaien, Anouk. De telefoon is er helemaal warm van geworden. Vind je het gek? Zo. Wil jij hem even ertussen doen, Anouk? Ja, ik kom je helpen. Of dat jij hem vasthoudt, dan trek ik hem omhoog. Ja. Zo. Dan hebben de mensen geen... Oh, hij zakt hierheen. Oh, dat kan niet. Ik zie het, ja. Zo, we hebben in ieder geval lekker alle spulletjes klaar liggen. Yes. We gaan even kijken dat we hem hier even goed zetten. Kunnen we jullie zo dus alles laten zien. En dan mogen jullie lekker in tikkie vorm gaan bestellen. Wat we dus al zeiden, vandaag is dus de laatste dag... dat je aan je tikkie mandje nog toe kunt voegen. Einde van de dag gaan we alle mandjes sluiten. En dan gaat Lia morgen alles verwerken. Oh, hang een beetje scheef aan ook. Zo. Nee, het standaardje staat gewoon niet helemaal goed. Ik ga hem nog even recht zetten. Eerst slokje. Ja. Volgens mij staan we zo goed. Yes. Ja. Nou, we gaan nu dus starten met de verkoop. Ik zet hem even dichterbij. Ik ben een beetje... Ja. Joyce moet lachen. Ja, sorry Joyce. We hingen een beetje scheef. Klein beetje. Maar Joyce die is dus weer stand-by. Jeroen is stand-by, hoor ik net. Anouk gaat nog even de voorbeeldjes laten zien. Ja. En dan gaan wij... zal ik de producten laten zien. En dan kun je dus nu tijdens de live kun je gaan bestellen. Waar wil je mee beginnen? Oh, ik was net vergeten te vertellen toen ik de mal aan het maken was. Dat je er ook heel leuk een shaker mee kunt maken. Hier zit inderdaad bij de gewone mal zit nog een extra mal voor je designpapier. Maar als je die mallen samen doet uitstansen. Ja. Daar heb ik hier een voorbeeldje van. Ik weet niet of dat zo goed in beeld is. Dan krijg je dit stukje dus. Ja. En daar doe je dus een shaker in. De plastic shaker. Van Marianne Design. Die past hier perfect in. En daar kun je dus je shaker mee maken. Ja. En daar heb ik ook een voorbeeldje van. Een bloemenkaartje. Leuk, schutkaartje. Een sequence wat je thuis op voorraad hebt. En dan allemaal bloemetjes. De vlinder zit nieuw in de collectie. De mal natuurlijk. Hier heb ik de tekst los uitgestampt en op de kaart geplakt. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van ook doe me al in het designpapier stansen. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook leuk. Ja. Ik moet wel eventjes iets zeggen, want de mal veel liefst is slecht leverbaar. Joyce kan nu een lijstje maken, want we verwachten dat we ze eind deze week weer binnenkrijgen. Als je hem nu dus bestelt, de mal veel liefst, komt hij niet in je tikkie mandje van deze week. Dan wordt het tikkie mandje van volgende week. Maar morgen beginnen we dus weer met nieuwe mandjes. Maar ik ben er morgen alweer om 1 uur live. Dan ga ik de nieuwe release van Carlijn mee aan de slag. Zondag zijn we natuurlijk weer live vanuit de winkel. Dan heeft Karen ook een aantal leuke dingen. En dan gaan we ook weer gewoon in tikkie vorm. Dus bestel je de mal veel liefst. Gaat die niet meer in dit mandje mee. We laten ook de mandjes daar niet voor staan. Want het is heel veel en anders krijgen we de mandjes niet weggewerkt. Dus aan het einde van de dag sluiten we echt de mandjes. Ik heb het deze week al een paar keer gezegd. Ik wil jullie echt vragen of dat je dat ook wilt respecteren. Want anders is het logistiek hier niet te doen. Dus wil je nog iets erbij, moet je echt vandaag even naar de winkel bellen. En bestel je nu in deze live deze. Dus de ronde mal veel liefst. Komt die in je nieuwe tikkie mandje. Die nieuwe tikkie mandjes die we vanaf morgen gaan maken. Jannie Lentekribbels die is niet meer leverbaar. Want Joyce, of ze heeft er volgens mij nog een paar. Joyce kwam net zeggen dat die bijna op zijn. Nou, de ronde mal veel liefst. Die kost €12,95. Die gaat dus in de nieuwe tikkie mandjes. Maar die kun je nu wel laten noteren. Dan zet Joyce op een lijstje. En dan komt het automatisch eind van de week in een nieuw mandje. Ik moet nog heel eventjes vertellen. Nieuwe verbinding maken. Oh, we zijn er weer. Oh, paniek. Ik moet nog wel eventjes vertellen dat we dus de nieuwe regels. Ik denk dat jullie het al wel gezien hebben. Is dat je voor minimaal €25 bestelt in je tikkie mandje. En je kunt toevoegen aan een mandje. Dus van donderdag beginnen we met nieuwe mandjes tot woensdag einde dag. Want wij verwerken die dus met de hand. En zit er minder dan €25 in, dan komen er automatisch €3
administratiekosten bij. Opdat onze meiden dat allemaal met de hand moeten verwerken. Bestel je gewoon in de webshop, dan heb je dat natuurlijk niet. Dus dat was even een technisch verhaaltje. Yes. Laat jij de kaarten zien dat ik de spulletjes erbij laat zien? Ja, dat is goed. Nou, de mal van Digital Bedoel, dat is het kompas natuurlijk. Die hebben we net live gemaakt. Ja, dit is het malletje van het kompas. Die is €3,95. Dat is een tekenmal van Digital Bedoel. Het molletje, dat is hetzelfde verhaal. Die kan Joyce ook voor je noteren. Maar die is nu op dit moment, hebben we die ook niet geleverd gekregen. Kan op een lijstje gezet worden, maar die komt dan in een volgende tikkie-mandje. De bloemenmal moeten we laten zien aan Anouk. Dit is de collectibles mal van Marleen met die leuke bloemen die Anouk gebruikt heeft. De collectibles mal met de bloemen is €13,99. Helemaal leuk. Even kijken. Aan het papier natuurlijk. Kwam van het papier uit fleurige groetjes of niet? Ja, dat is allemaal fleurige groet. Zag je van mij? Ja, dat is goed. Anouk gaat even de inhoud laten zien. Het nieuwe setje van Marleen, dat heet Fleurige Groetjes. En die kost €9,99. En er zit heel veel leuks in. Anouk zal het even laten zien. Ja. Zoals ik zei, zit er een stickervel bij met allemaal leuke teksten. Het leuke is ook dat de teksten in verschillende kleuren zijn. Dus als je net als ik graag een kaart in één kleur maakt. Dan is het gewoon leuk dat je een tekst erbij kunt pakken wat dezelfde kleur is. En dan past het altijd aan ook. Dat is ook leuk, hè? Ja, ik vind het zelf. Heb jij de bloemen zeker weer met de achterkantjes van het papier gemaakt? Ja, met de effe kleuren, ja, of niet? Ja, klopt. Maar ik had gezegd dat ik een beetje gevoeteld had dat ik het honeymoonpapier had. Oh ja, want je blok was te snel op. Ja, je blok was te snel op. Ja, dat is het voordeel van Marianne, dat de kleuren ook bij andere blokken gewoon matchen, hè? Ja. Nou, dan zit in het designpapier setje zit ook een vel met labels. Ook in dezelfde kleurtjes als het designpapier. Dus daar kun je leuke tags op stempelen. Of je zegt van nou, ik doe er een bloemetje op plakken. Ja, leuk. Kan allemaal. Dan hebben we de vlaggetjes. Die zit er ook bij. Dat is deze. Daar had ik ook even een voorbeeldje voor gemaakt. Ja, die is leuk. Ik zal de vlaggetjes laten zien. Hier heb je van die bannervlaggetjes. En dat is dus ook een stansvel. Die hoef je alleen maar uit te drukken. En ook weer diezelfde kleurtjes van het papier. Dat is echt superleuk. Ja. Leuk, Anouk. En je kunt het ook een cadeautje doen. Of een kaartje. Is net wat je zelf wil. Heel leuk. En heel ik leuk. Heb hier net de 4 verschillende kleurtjes gebruikt. Je kunt het ook in 1 kleur maken. Is net wat je leuk vindt. Ja, super tof. Nou, dan zit in het papier allemaal verschillende designs. Nou, de groene met de bloemetjes. En daar is de achterkant is iets donkerder groen van. Dan zitten er 2 velletjes van in. Dan heb je een beetje de zandkleur. Die heb ik hier op dit kaartje gebruikt. Dat is ook een mooie rustige kleur. Mooi, ja. Ja. Ook de bloemetjes. En op de achterkant dan een lichtere zandkleur. Daar zitten er ook 2 van in. En dan heel veel roze kleurtjes. Dus met streepjes. Ik weet niet of het goed te zien is. Aan de achterkant is ook roze. Een beetje donkerroze. We houden van streepjes en deze. Hebben we het gisteren nog over gehad, hè? En dan staat er een vel met een lieve bloemengroet. Die is ook heel leuk, maar ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar dat staat op een lieve bloemengroet. Mooie tekst, ja. Ja, en dan op de kop en gewoon. Dus ik was eerst aan het kijken, heb ik hem niet op de kop geplakt? Maar dat was toch niet zo. Oh ja, inderdaad. We zitten weer in het spiegelbeeld, Ine. Dat hadden we vorige week met deze. Oh, ja. Ik vraag niet hoe dat technisch werkt, maar we zijn inderdaad in spiegelbeeld. Sorry daarvoor. Nou, hier zijn de lichtere roze bloemetjes. Dit papier ga ik straks gebruiken voor de gieter. Dat is wel mijn favoriet. Ja, die is ook leuk. Ja, die is leuk, hè. Maar ik had gisteren extra een andere gepozen. Niet die wat we vanmiddag gaan maken. En ook een lichte kleur roze. En dan de groene kleuren. Dat is deze. En die heb ik op het kaartje wat we net gemaakt hebben. Een heel tof mintgroen kleurtje vind ik zelf. Ja, en deze kleur groen is dus bijna dezelfde kleur als het honeymoonblok. Ah, oké. Dus dan matcht het allemaal weer met andere eerdere blokken, dus dames. Als je tekort komt. Dus het setje fleurige groetjes, €9,99. Er zit 12 vel A5 designpapier in. De ene kant dus een printje, de andere kant effen. Een stickervel zit erin en 2 vellen met standjes. Dus die met de labels. En die met die bannertjes. En dan laten we nog even de mal van het kompas inderdaad zien. Van Dutch Badoo. Die is €3,95. En wil je dus de mal veel liefst met de cirkel. Daar moet je eventjes op wachten. Want die krijgen we pas eind van de week. We hebben wel weer de mal van harten. Die is wel weer op voorraad. Kun je natuurlijk hetzelfde mee doen als je denkt van nou dan doe vandaag maar de mal van harten in mijn mandje.
Dat kan inderdaad ook. Dan laat ik nog heel even gauw het kaartje van deze ook mee zien. Ja. Deze heeft natuurlijk een heel ander stijltje als Anouk. Maar wel leuk om te laten zien wat je met een soortgelijke mal dan ook allemaal nog kunt doen. Dit is de ronde mal van harten van Marleen. En die is €12,99. Ja. Deze heeft daar het aapje van ECD bij gebruikt. En dat is deze. En die is €10,99. Er zitten ook van die leuke banaantjes zitten erbij. Dus dat kan ook met de ronde mallen van Marleen. Net wat je zelf wilt. Yes. De Veel Liefsmal die heb ik ook voor de blog op afgelopen maandag gebruikt. Daar heb ik een Valentijnstasje gemaakt met een online workshop van Corrie. Dat is cadeautasje maken, dat die heet. Ja. Die kunnen jullie in de webshop bestellen. En hier heb ik laten zien dat je de Veel Liefsmal ook niet in zijn geheel hoeft te gebruiken. Dus ik heb hem hier gewoon een stuk afgeknipt en dan een pocket gemaakt, zodat ik er nog een label achter kon steken. Ja, helemaal leuk. Dat jullie het goed kunnen zien. Nou, de papiertjes is dus weer een papierhartjesregen. Die is inmiddels op. Die ging echt als een speer, ging die. Het derde festijn is trouwens ook uitverkocht, zag ik net. Maar er zijn ook weer 600 kaarten verkocht. We gaan begin volgende week de goodiebags van 23 januari versturen. Er zitten ook leuke dingen, daar hebben jullie nog helemaal niet zoveel van gezien, maar dat wordt een verrassing. Maar er zit ook een mal van Marianne design. Zit ook een hele leuke, ja, ook eentje die we nog niet, die we nog niet verklappen. Twee mallen van Marianne komen erin. Ja, ze hebben er nog iets heel anders leuks bij gedaan. Nou, maar daar laat ik even een verrassing. Die zien jullie wel als jullie de goodiebag binnenkrijgen. Leuk. Yes. Zullen we de hondjeskaart laten zien? Ja, dat was met de slimline inderdaad. Die heb ik jullie laten zien net tijdens het knutselen. Kunnen jullie het zo goed zien? Heel leuk. Dit is de mal, die heet Puppies geloof ik, toch? Ja, de mal met de Eline's Puppies. Allemaal verschillende soorten hondjes. En die kost €13,50, de mal met de hondjes. Kun je dus allerlei verschillende rassen honden kun je daarmee maken. Ook van die kiekeboe hondjes kun je daarmee maken. Als je die bijvoorbeeld uit een slimline malletje wil laten steken. Dat is trouwens ook leuk. Ja, zeker. Dus dit is de mal van de hondjes. En dan hebben we het knipvel. Ja, backgrounds. Die backgrounds, die heet Cats and Dogs. We hebben toen zo heel veel van die sneeuwknipvellen verkocht met die ijsbeertjes. Ja, maar dit is een nieuwe. Kijk, dit is in zo'n achtertuintje, die heeft Anouk ook gebruikt. Dan heb je in een woonkamer met een bank, dan kun je die hondjes op de bank zetten. En hier met zo'n heuvellandschapje. Nou, die knipvellen van Eline, die zijn 80 cent. Dus dit is het knipvel Cats and Dogs, dat is de slimline formaat. En het leuke is dat die dus precies op de slimline mal van Marianne passen. Ja, klopt. Die had ik net ook hier liggen, toch? Oh ja, hier. Ja. Dus die slimline achtergronden, zoals Anouk het kaartje liet zien, die passen precies op de nieuwe slimline mal. En deze slimline mal is €18,65. Heb je dus twee verschillende soorten labels. En al die reinforcers heb je erbij die Anouk ook gebruikt. Dat zullen we je kaartjes nog even laten zien. Ja, die hondjes, want die vind ik echt zo tof. Heb je daar ook weer een bloemetje gebruikt? Van Marleen Flower. Ja. En dit is het andere kaartje. Oh ja, dat is het kleine labeltje. Ja, het kleine labeltje. Kijk, zie je? En een ander hondje. En ook weer de hondjes, maar je hebt dus heel veel verschillende soorten hondjes. En hier het bloemetje wat ze gebruikt heeft, dat zijn ook weer de flowers van Marleen. Uit deze set komen die is €13,99. Maar ja, je ziet dan als je dat dus lekker in het knalrood doet, krijg je weer heel iets anders. En ik zie dan ook het lieve heersbeestje, Anouk. Ja. Die waren ook eventjes niet leverbaar. Dat is deze Creatables mal met het klavertje 4 en het lieve heerbeestje. Kijk hoe cute dat die is. Ja. Maar die ga ik vanmiddag ook gebruiken. Ja, die gaat ze vanmiddag ook nog eventjes laten zien. Maar die was even niet leverbaar. Maar die is er dus ook weer. De mal met het klavertje 4. En die is €5,99. Die wilden we jullie ook nog eventjes laten zien. Ja, en dan hier. Die had ik ook te straks laten zien voor de Bella Lulu Challenge. Daar zijn deze mallen uitermate geschikt voor. Ja, leuk. Het is een kerstkaartje geworden. Ik heb net even met Joyce gekeken. Dit knipvel kerstcadeautjes van Bella Lulu. Daar hebben we er nog 3 van liggen. Dus als iemand dat knipvel kerstcadeautjes nog wil, moet je hem ook even benoemen hier. Want die zijn op. We hadden nog 3 velletjes gevonden. Dus die kerstgnooms, die kunnen ook nog in je mandje als je dat wilt. En daar heeft Anouk dus ook weer op die nieuwe mal, de slimline mal met het label gedaan. En die kost €18,65. Dat is die. Dan de envelopjes nog. De mini-envelopjes mal. Dat is ook weer een craft stencil. Dus een tekenmal. €4,95 kost die. Die had je net ook gedaan, toch? Ja, die heb ik net gemaakt. Kijk nou, in die postzegel. Dat kopje van die hond. Ja, leuk. Hier kun je dus zelf envelopjes mee tekenen voor de mini-slimline mallen. Ja.
Is die kleine, dat kleine label, is dat die, ook weer mini slimlijn formaat? Ja, ah, deze, ja, ja goed ja. bedacht. Dus het kleine label wat in de Craftables mal zit, met de twee labels, die past weer precies in deze mini slimlijn envelop mal. Goed over nagedacht. Ja, dat hadden we net, had ik net ook laten zien. Kijk, hier heeft Anouk hem inderdaad. Leuk. Die past precies. Leuk met die afgeronde hoekjes ook, hè. Dus je krijgt bij die slimlijn mal, krijg je ook weer... die stand erbij om te matten en die heeft die leuke afgeronde hoekjes. Want daar had je ook het knipvel weer mee gedaan. Ja, daar had je ook die hoekjes weer afgerond, hè? Ja, klopt. Dus dit is de slimlijnmal. Het knipvelletje Cats and Dogs, die is 80 cent van Eline. En de hondjes, 13,50. Voor wie die ook wil. Ja, Lisanne, de tekenmallen van het Hobbyfestijn, die zijn nu inderdaad ook te koop. Ik zal hem even gauw pakken en laten zien, want die ligt volgens mij hier. Zo. We hebben er namelijk nog een paar over. Oh ja, die en dat is deze, die tekenmal van het eerste festijn. Die kost €4,99. Die kun je ook nog bestellen in je tikkiemandje als je dat wilt. Nou, de kaartjes hebben jullie allemaal wel voorbij zien komen, denk ik, hè, van onze 6 online workshops. Maar er was heel veel vraag nog naar die losse tekenmal. Dus die hebben we inderdaad nu ook. Gaan we al een sneakje laten zien, Anouk, van wat we vanmiddag gaan doen of niet? Ja, zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Ja. Want welke ga je vanmiddag eerst doen? De melkpakjes ga ik doen aan de achtergronden. Ja, dit kun je ook al wel nu meebestellen als je dat wilt. Oh, hier moeten we even. Is dit touchscreen of heb je een muis? Muis, wacht. Vanmiddag gaat Anouk aan de slag met het melkpakje. Carina, de volgende live. Ik ga even kijken. Het is nu 11 over 11. Hoe laat zullen we dat doen, Anouk? 11:30 wel weer. Dat lukt ja, wel, toch? Kan, zeker. Om 11:30 is Anouk weer live, Carine. De mal van het melkpakje die is €3,95. En hij is echt lekker schattig in de mini. Ja, ik had hem net al heel even laten ja, zien. Ja, kleine sneak. Die gaat ze vanmiddag dus gebruiken. En je kan nu ook al de mal van het gietertje bestellen. Die is ook €3,95. Dat is ook een tekenmal. En die komt ook vanmiddag nog voorbij. Of straks. Of dat zien we wel. Ja, als laatste. Ja. Die doen we als laatste. Achtergrondjes doen we dadelijk. Als achtergrondjes gaan we maken met deze craft stencils. Ja, die laat ik alleen zien. Die ga ik niet maken. Maar ik heb wel heel veel voorbeeldjes. Ja, dan gaan we straks ook eventjes uitlichten. Ik wil nog wel, nu we toch in de lucht zijn. En nu jullie toch aan het bestellen zijn. En Joyce en Jeroen... klaarstaan, wil ik ook nog eventjes laten zien. Geen geluid meer, zegt Henny, maar volgens mij zijn we nog gewoon in de lucht. De gnoomsmal van Marianne is ook gistermiddag weer binnengekomen. Die is €6,99. Laat ik jullie nu ook even mijn kaartje nog mee zien. De video staat ook op YouTube. Ik had dus het treintje van ECD gebruikt met de gnoompjes van Marianne. Als we dan toch in de Marianne-serie blijven... En de gnoom is €6,99. Dan kun je dus een jongens- en een meisjesgnoom kun je daarmee maken. En deze hebben we natuurlijk ook op voorraad als je die nog in je mandje wil. Het treintje van ECD, €14,99. En de wagonnetjes van ECD, die zijn €13,99. Dus dat mag er inderdaad ook nog bij als jullie dat leuk vinden. En dan moet ik nog even deze nog laten zien. Wil je die daar even draaien? Ja, hij was een hele poos niet leverbaar, maar de shuttermal van... Elizabeth Craft is ook weer terug op voorraad. Karen gaat er even uitwerken. Die gaat daar binnenkort live laten zien. Ja. Kijk, zie je wat je daarmee kunt maken? Zo'n venstertje wat open en dicht gaat. Volgens mij is die €25,99. De Iris Shuttermal van ECD. Die is er inderdaad ook weer. En Karen gaat laten zien binnenkort hoe dat werkt. Je hebt daar wel glue dots bij nodig. En deze pakjes met glue dots... Die zijn €3,99. Er zitten van die kleine lijmdotjes zitten daarin. Maar nogmaals, we doen het even heel binnenkort in een tikkie live. Laten we ook even zien hoe die werkt, deze mal. Els van den Burgt heeft er zelf al wel heel veel video's mee gemaakt. Dus daar kun je inderdaad ook gewoon eventjes terugkijken in de groep van Elizabeth Craft. Maar deze mag ook nog in je mandje erbij. Die is terug op voorraad, €25,99, want die was heel lang niet leverbaar. Laat ik nog even de aanbieding zien. Oh ja, die is deze heb ik gisteren ook gemaakt. Anouk had ook een leuke shaker gemaakt. Gisteren heb ik deze in een live gemaakt. Ook met die plastic shaker vensters van Marianne.
heb ik dit kaartje meegemaakt. Kijk, die kun je zo neerzetten. Dat binnenste gedeelte, dat draait dan. En dan had je deze mallen bij. Oh ja, de mallen van Carlijn. De ronde cirkelmallen van Carlijn. Die zijn €29,99. Maar we hebben een leuke aanbieding voor jullie. Weer een combi deal van 1 plus 1 gratis. En dat is deze Essentials mal. Waar je die swingkaart mee kunt maken. En we hebben deze mal met het alfabet. Normaal zijn die allebei los €21,99. Lida, het huidskleurige papier is er nog niet. Dus dat kunnen we nu niet aan je mandje toevoegen. Ja, jullie mogen zo even gaan plassen inderdaad. Shaline, doen wij dat ook. En dan gaan we even een bakkie doen. Dus de alfabetmal en de mal voor de swingkaart. Normaal €21,99 per stuk. Nu 1 plus 1 gratis. Nou, ik zie de mensen ook allemaal inderdaad andere dingetjes al zeggen die ze graag willen helpen. Dat mag inderdaad ook. Nou, wil je echt nog andere dingen? Ik zou zeggen, bel dan eventjes. De telefoon gaat al. 0416-743-200. Want echt, einde van de middag is echt de sluitingsdatum van onze mandjes. Dus dan willen we het echt af gaan werken. Want anders blijven de mandjes staan. En op een gegeven moment moeten we op woensdag einde dag ook weer eventjes schoon schip maken. Dus wij gaan even uit de lucht. Ja. Halen we dat? Ja, iets na 11:30 zijn we weer terug. Anouk gaat weer even haar spulletjes klaarleggen. Ja, dan zou ik zeggen voor nu, dankjewel voor het kijken. Pak dankjewel. Even een kopje thee erbij. Ga even plassen. En dan zijn we er zo weer. Nou, tot zo. Doei doei. Nou, goedemorgen dames en heren. We gaan aan het tweede gedeelte beginnen. Ik ga heel even de live opzoeken op Facebook, zodat ik jullie reacties mee kan lezen. Even zoeken. Even beeld. Yes, daar zijn we. Even kijken. Jolanda, wil jij even kijken of het beeld goed is? Want op mijn laptop zie ik het beeld verkeerd om. De telefoon is hier goed, maar op de laptop staat hij gedraaid. Nee, hij is toch weer gedraaid. Toch gedraaid. Aha. Ja, vreemd is dat, hè? Ja. Wat gaan we doen dan? Zullen we dan maar even opnieuw... Ja. Wat kun je telefoon draaien? Ja, dat zou op zich wel kunnen. Gaan we even proberen. Wat hij dan doet. Even kijken. Zullen we hetzelfde doen als vanmorgen? Hij is aan het draaien. Ja, dan moet ik even het ding goed zetten, dat ik goed in beeld ben. Even kijken. Maar nu is wel het beeld klein, hè? Ja, maar dat is op zich niet zo erg. Dat doe ik ook wel eens met smal beeld. Oké, nou dan gaan we het zo proberen. Nou, we gaan aan het tweede gedeelte beginnen. En dat zijn de melkpakjes. Hadden we net al verteld dat we daar mee aan de gang gaan nu. Ook dat iedereen het zo goed kan zien. Ja, Francine zegt, ik hoor en zie je. Ik zal af en toe even kijken of ik goed in beeld ben. Ja, ik ga het ook wel even met je mee. Ja, komt helemaal goed. Nou, de melkpakjes. Het zijn mini melkpakjes. Toen ik de mal bestelde, dacht ik, oh leuk, dat is een grote mal. Maar hij is iets kleiner dan gedacht. Ik zal even de maat voor jullie opmeten. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Andersom. We hadden hem natuurlijk bij Duzubadu, hadden we toen ja, een groot. En groot. Ja. Die was ook al niet echt zo nee, groot. Nee, dus maar die was wel een stuk groter. Ja. Nou, deze is 10 centimeter in de hoogte. Dat zijn gewoon hele leuke mini melkpakjes die je leuk kunt versieren. En waar je iets lekkers, zo'n klein cadeautje in kunt stoppen. En die gaan we even samen maken nu. Ik vind het wel leuk, zo'n kleine formaatje. Ja, zeker. Ja, leuk voor kleine cadeautjes. Nou, we gaan beginnen. Ik pak even een potlood erbij. Ja, klopt. Het beeld is nu kleiner. Mijn telefoon, er is iets met de instellingen niet goed. Dus ik heb de telefoon helemaal moeten draaien. En nu is het beeld een stukje kleiner. Maar ik zal opletten dat ik in beeld werk. Zodat jullie toch kunnen zien wat ik aan het doen ben. Ja, en ik zal bij mij ook inderdaad meekijken. Zal ik ook meelezen met de opmerkingen? Nou, we gaan het melkpakje maken uit designpapier fleurige groetjes. Ik had twee voorbeeldjes gemaakt. Die had ik laten zien al.
Ik heb één uit kartstok gemaakt en daarna heb ik designpapier opgeplakt. Maar hij is eigenlijk gewoon bedoeld om in één keer uit designpapier te maken. Omdat er ook geen extra vakken bij je zitten voor je designpapier te maken. Voor jou het beeld van Luc, want hij is heel ontschillend. Ja, ik zie het, ja. Mij ook. Want hierboven doet hij het bij jou. Ja, hier doet hij het helemaal goed. Hoe is het beeld bij jullie dames? Ja, de sluikbeeld inderdaad. Maar Beta ziet het wel goed. Ja, nu stelt hij weer bij. Ja. Okay, wij gaan... Daisy weet het misschien. Nee, ik moet zo'n beetje scherp stellen of zo te maken. Zoiets. Ja. Weet ik ook niet precies. Nou, te zeggen dat het goed, goed te zien is. We gaan gewoon beginnen met het melkpakje. Nou, de mal. Even kijken of ik hem goed om heb liggen. Nou, dat wilde ik jullie ook vertellen. Ik teken altijd op de achterkant, zodat ik niet hoef uit te gummen. Op de voorkant van de mallen staat altijd een embleempje van Marianne Design. Ik weet niet of dat goed te zien is. Dus ik draai hem altijd het stencil om. En dan zet ik hem vast op mijn werkblad. Dan gaan we eerst het melkpak helemaal uittekenen. Nou, dan ga je gewoon, net als met de Dutch Double Do stencils, ga je de hele buitenkant van het melkpakje ga je omtrekken. Teken je gewoon met een potlood. Ik hou hem tussendoor wel nog even vast. Even kijken op het beeld. Het beeld is nu wel scherp, zie ik. Oh, Karin zit in de auto, gezellig. Even kijken... Soms ligt het aan de verbinding, zegt Daisy. Ja, en mijn 4G staat ook aan, dus hij zou het zo goed moeten doen. Ja, Patrice, inderdaad, het embleempje is de voorkant. Ik zal het nog eventjes laten zien. Zoals je ziet, hij moet eigenlijk zo om natuurlijk, want dit is de bovenkant. Dus je vouwt hem eigenlijk zo naar achteren, maar dat laat ik dadelijk zien. En dan staat aan de voorkant staat altijd een embleempje. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien zo. Ik draai hem dus altijd om en ik teken op de achterkant. Maar dat zal ik jullie straks bij de gieter ook even laten zien. Want dan is het denk ik iets duidelijker dan met het melkpakje. Nou, ik heb de contouren heb ik uitgetekend. Die ga ik dus even eerst uitknippen. En dan ga ik jullie de rest laten zien. Ik ga dadelijk de rillijnen toch tekenen. In mijn vorige live heb ik laten zien dat ik niet alles uitteken, maar gewoon doe rillen al in de mal. Maar ik denk dat deze mal wel een klein beetje uitleg vergt. Dus dan is het fijner als ik het even met jullie samen doe maken. Even kijken. Helemaal weer goed beeld, zegt Francine. Ja, goed zo. Nou, de tape doen we even uitknippen. Net ook weer een groen papiertje, net als de vorige live. Maar vanmiddag gaan we helemaal in het roze. Die doen we even zo. Dan is het handig als je even een puntje gaat zetten tot waar je je melkpakje moet inknippen. Want dat zullen jullie dadelijk zien als je het gewoon doet, dit stukje uitknippen. Dan kom je hier in de knoei met je sluiting. Dus het is handig dat je even, kijk of ik goed in beeld ben zo, dat ik hier even een puntje zet tot hoe ver je hem dadelijk moet inknippen. Nou, de buitenkant hebben we inderdaad uitgeknipt. Nou, dan gaan we de rillijnen erin zetten. Thuis doe ik dit dus altijd gewoon al direct met mijn rilpen doe ik dit rillen. Maar ik wil het jullie even goed laten zien. Want vooral de bovenkant is even moeilijk. Nou, hier is het stukje van het flapje waar we het melkpakje mee dicht gaan maken. Magneetje zit vast. Even kijken. Zo. En dan hebben we hierboven hebben we een rillijn, want dit is het stukje wat omhoog komt te staan. Ik hoop dat jullie dit zo goed zien. En dan hoef je alleen deze lijn. Deze bovenste lijn, die hoef je niet nog te rillen. Die zit er wel in, maar dat hoeft niet. Ik heb gewoon één stukje wat je doet omvouwen dadelijk. Dan hebben we hier ook een stukje, want dit wordt aan de bovenkant van het melkpakje. Dus niet de sluiting boven, maar het doosje zelf, zeg maar.
Zo. En hier beneden zijn nog relijnen. Zo. Oeh, de magnetjes. Nou, dan gaan we het rillen. Is het beeld nog allemaal goed? Thee, nou, ik doe het nu wel eerst tekenen om jullie duidelijk te laten zien hoe je de rillijnen moet maken. Zoals in de vorige live liet ik zien dat ik dat gewoon in het stencil al doe rillen. Maar omdat dit zoveel rillijnen zijn, wil ik het even goed uitleggen dat jullie snappen hoe je hem in elkaar moet zetten. Dus daarom heb ik hem nu even goed getekend, zodat jullie de lijntjes goed zien. Nou, je hebt hier dus de zijkanten. Die mag je helemaal rillen, tot aan de onderkant. Dat zijn drie lijntjes. Kijken of ik goed in beeld ben. Ja. Even kijken. En dan deze nog. En dan hebben we het flapje nog. Dit wordt eigenlijk de sluiting van het melkpakje. Die doen we zo. En dan hebben we hierboven een rillijn. Dit wordt de sluiting bovenin. Dit wordt de bovenkant van het doosje. En dan hebben we hier nog de onderkant de sluiting. Het enige wat we dan nog moeten doen is even de driehoekjes in het doosje maken aan de bovenkant. Want dit gedeelte wordt natuurlijk naar binnen gevouwen. Ik hoop dat jullie dit goed zo kunnen zien. Die gaan we dan nog even inzetten. Even goed, dan goed recht hebben. Ja, dat zijn deze. Die gaan we dadelijk ook rillen aan de binnenvouwen. Zo. Gezellig, iedereen die nog binnenkomt druppelen. En dit is natuurlijk maar aan twee kanten. Hè? Omdat je, dit wordt de voorkant en de achterkant. En die drie hoekjes die worden naar binnen gevouwen. En dan krijg je dit zo. Nou, die moeten we ook even gaan rillen. Met de lineaal. Die gaat natuurlijk van punt naar punt. In beeld. Zo. Yes, dan staan alle rillijnen staan erin. Dan gaan we even de stukjes inknippen. Zoals ik toen straks liet zien, heb ik hier even een puntje gezet. Zodat je weet tot hoe ver je het moet inknippen. Want als je het maar tot dit stukje doet, dan krijg je je doosje natuurlijk niet dicht. En dan, als je hem dan gaat vouwen, dan gaat hij echt scheuren. Dus dat is zonde van je papier. Dus die doen we zo. Tenie, de puntjes zijn geen rilvouwen. Alle lijnen die ik getekend heb, dat zijn rillijnen. Alleen de puntjes die ik onderaan heb gezet, dat is een hulpmiddeltje voor jullie. Zodat je weet tot hoever je het lijntje moet inknippen. Maar alle potloodstreepjes, dat zijn rillijnen. En je hoeft dat natuurlijk niet eerst allemaal te tekenen en dan te rillen. Je kunt het ook in één keer vanuit je mal rillen. Maar omdat dit voor sommigen wel een beetje moeilijker is, dacht ik, dan ga ik hem gewoon even helemaal laten zien. Zo, dus dat is dit gedeelte. Dan moeten we bovenin natuurlijk ook gaan inknippen. En dat doe je gewoon tot aan de lijn. Dus dat doe je drie keer inknippen tot het midden. Aan deze kant ook. Dan zouden we hem nu al kunnen gaan vouwen. Maar ik vind het ook wel leuk om even een venstertje in het melkbak te maken. Zodat je... Hi Nathalie. Zodat je ook ziet wat er natuurlijk in je doosje zit. Je kunt ervoor kiezen om in alle vakjes een stuk mica te doen. En, zodat je door het hele doosje heen kunt kijken. Ik doe dat zelf nooit. Maar ik vind het ook leuk als ik er nog iets op kan plakken. Dus ik kies er altijd voor om gewoon één kant... te gaan doen. Dan moet je alleen even opletten, want deze twee stukken, dat worden de zijkanten. En ja, ik vind het dan wel leuk als aan de voorkant van het doosje een stukje mica zit. Nou, en dan ga ik ervoor kiezen om het rondje te doen. Ik doe het in het tweede vakje. Je kunt het ook in het eerste vakje doen. Dan teken je gewoon
in het melkpakje zelf zitten al een paar figuurtjes. Je kunt ook zeggen, nou, ik heb een leuke stans. Die past precies binnen die lijn. Ik doe het uitstansen, dat kan ook. Even kijken, wil je douchen een keer goed in de lucht houden. Nou, Leon, hier komt die. Kun je ze zo zien? Dus één roze en één groene variant. En als het goed is, stonden ze vandaag ook op het blog. Maar dan moet ik straks nog even naar kijken. Dan post ik ze sowieso nog even in de groep. Nou, je kunt ervoor kiezen om dat stukje uit te snijden. Maar ja, ik vind het maar een klein stukje. Dus ik doe het even met mijn kleine schaar. Even kijken waar die is. Ah, die ligt hier. Ik heb echt een heel fijn schaartje. Dus ik knip het gewoon uit. En dit moet je natuurlijk wel doen voordat je je doosje in elkaar gaat vouwen. Want anders dan, krijg je die opening er natuurlijk niet meer in. En je kunt ervoor kiezen om er een hartje in te doen. Of een ovaaltje of een rondje. Is net wat je leuk vindt. Of gewoon even stansen door je machine. Dat is allemaal mogelijk. Zo. En hij komt natuurlijk zo aan de voorkant, zoals jullie zien. Nou, dan gaan we er eerst even Mika op plakken. Even kijken. Ik had, als het goed is, een klein stukje Mika op maat gemaakt. Kijk, die past er dus precies in. Let wel op dat je Mika niet over die rillijn heen gaat, want dan krijg je je doosje gewoon niet meer mooi gevouwen. Ja, Thea, ik teken inderdaad op de binnenkant. Je kunt ook op de goede kant tekenen, maar dan moet je echt alles gaan uitgummen. Normaal als ik op de... thuis doe ik het niet, dat zei ik al, dan doe ik het direct rillen. Maar nu is het dadelijk natuurlijk handig als je het even uitdoet gummen. Want als je het doosje daar dicht gaat doen, ja, dan kun je wel deze lijnen nog zien. Ik doe gewoon even een beetje zo. En ik heb hem nu natuurlijk getekend met de malletjes die in de mal zelf zitten. Maar zoals ik al zei, kun je het ook gewoon met een stansmachine doen. En zeg je nou, ik heb een sterretje of een hartje of iets. Ja, net wat je leuk vindt. Dat is wat iedereen zelf graag wil. Nou, dan gaan we hem even vouwen. Mika plak je gewoon vast. En dan even opletten dat hij niet over de rand heen gaat. Want anders kun je hem niet meer vouwen. Nou, hier gaan we daar het doosje vastplakken. Dus die vouwen we eventjes. Kunnen jullie dit goed zien? Ja, zo te zien wel. Deze kant. En deze kant. Dan draai ik hem even om. En dan hebben we deze rillijn nog. Dus dan heb je hem al goed gevouwen. Dus je hebt nu vier kanten. Zoals jullie zien. Het doosje is natuurlijk nog open. Nou, dan doen we even de onderkant vouwen. Dit is ook wel even secuur dat je hem goed op die rand doet vouwen. Want anders sluit hij natuurlijk niet mooi. Hier is hij niet helemaal goed gevouwen. Zo. Deze kant nog. Ja, klopt beter. Had ik net inderdaad verteld dat je hem ook kunt uitstansen gewoon. Maar het is net wat iedereen makkelijk vindt. Niet iedereen heeft een stansmachine. En dan is het. Dat zijn wel makkelijke figuurtjes die je zo kunt uitknippen. Nou, zo gaat hij dadelijk dicht. Dit stukje plakken we dadelijk vast. Maar dat doen we pas als we het bovenstuk hebben gevouwen. Dit is wel even. Het binnengedeelte, dat is even. Dat moeten we echt even goed doen. Het moet even secuur gevouwen worden. Dat stukje komt natuurlijk. Komt dat naar binnen. Kijken of jullie het goed kunnen zien nog. Nou, dan hebben we dus deze bovenste flapjes. Die moeten ook nog even gevouwen. Dat wordt dadelijk het gedeelte wat uitsteekt. Waar je nog een tekst in kunt hangen. En dan gaan we zo even samen de goede rillijnen in het middenstuk zetten. Nou, zoals jullie zien hebben we hier driehoekjes afgetekend. Die moeten naar binnen gevouwen worden. Nou, als je het moeilijk vindt, dan doe je eerst even aan de binnenkant, dus de lelijke kant, doe je hem even goed doorvouwen. Zo, kijk.
aan deze kant ook. Het maakt niet uit dat hier een vouw komt bovenin, want dat zie je dadelijk niet meer. Dat wordt dadelijk ook weggevouwen, dat stuk. Kijk, en dan moet hij dadelijk naar binnen, zo. Zien jullie dat? Ja, dat is goed te zien. En dan hebben we dan deze kant ook nog. Die vouw ik even zo. Even ook hier goed een vouw inzetten. En deze kant ook nog. Nou, dan hebben we dit gedeelte gedaan. Als je nu zegt van nou, ik wil er graag een gaatje bovenin. Zoals ik hier op dit melkbakje heb gedaan. Dan moet je dat wel gaan doen. Of ja, moet niet. Maar het is handiger om dan nu die gaatjes te doen voordat je hem dicht gaat maken. Ik ga er nu geen gaatjes in doen. Want ik ga een beetje deze maken. En dan doe ik een leuk... even kijken met een... hoe heet dat? Zo'n houten knijpertje ga ik er op maken. Ik ga even een paar lijnen weggummen. Want ik vind het natuurlijk ook niet mooi als hij dadelijk dicht is. Dat je van buitenuit de lijnen ziet staan. Dus die doe ik even weggummen. Het hoeft niet allemaal, want dit gedeelte, dat bovengedeelte, wordt naar binnen gevouwen. Dus dat zie je dadelijk toch niet meer. Even dat die harde lijnen eruit zijn. Nou, dan gaan we het doosje dicht plakken. Dan hebben we natuurlijk hier deze plakstrook aan deze kant. Dan doen we een beetje lijm op. En dan vouwen we hem gewoon, leggen we het doosje gewoon plat neer. En dan vouwen we hem gewoon zo dubbel. En dan zou die precies, even kijken, een beetje schuiven nog. En dan plakken we hem gewoon dicht. Kijk, dan hebben we al de basis van het doosje. Draai hem even om. En dan gaan we de onderkant gaan we vastplakken. Nou, ik doe eerst deze twee zijkanten. Dus dezelfde zijkanten als datgene wat je naar binnen doet vouwen. Ik hoop dat ik dat duidelijk uitleg. Die vouw ik naar binnen. En dan doe ik op de twee buitenste flappen die nog openstaan, doe ik even lijm. En die plak je gewoon dicht. Die hou je gewoon heel even vast. En doe ik aan de binnenkant zo even met mijn vouwbeen het even een beetje aandrukken. Dus dan draai je het om. Doe ik gewoon even met het vouwbeen er even overheen, zodat ik zeker weet dat die goed dicht zit. Je kunt het eventueel nog even met je vinger doen. Nou, en dan zijn we al een heel eind. Dan komt voor de meeste denk ik het moeilijkste gedeelte. Het gaat er even om dat je dit goed omvouwt. Het moeilijke gedeelte is om dit gedeelte naar binnen te vouwen en dan zo dicht te maken. Ik zal het heel even langzaam laten zien. Dus je hebt die twee zijflappen waar we net die rillijnen in het midden hebben gemaakt. Die gaan eerst naar binnen. En dan kun je al, als je dat makkelijker vindt, vouw je dit gedeelte al dubbel. Zodat deze rillijn er goed in zit. Dat kun je aan deze kant ook doen. Dus dan pak je gewoon die twee uiteinden, die pak je samen. En die druk je even goed tegen elkaar aan. Dan heb je hier al een goede rillijn in zitten. Is dit zo duidelijk hoe ik dit laat zien? En dan vouw je eigenlijk deze twee naar binnen. En de voorste en de achterste er tegenaan. En dan doe ik er voor nu even een wasknijpertje op. Dit blijft dan natuurlijk wel openstaan. Vind je dat niet mooi, nou dan kun je hem vastplakken. Maar dat betekent dan wel dat je maar één kantje hebt voor iets leuks of iets lekkers erin te doen. Is het duidelijk? Ja? Anders wil ik het nog wel even een keer laten zien. Nou, we hebben hier natuurlijk een opening. Dus hier zien we wat er in het doosje kan. Nou, ik heb hier gewoon even sisalgras in gedaan in de voorbeeldjes. Maar je kan er natuurlijk een paar bonbons in een zakje in doen. Of andere snoepjes. Gewoon iets leuks wat je graag cadeau wil geven. Ik had ook wel het idee om er theezakjes in te doen. Maar die gewone theezakjes die passen er niet in. Dus je kunt ook zeggen, nou, ik doe er losse thee bijvoorbeeld in. Ik zal het nog even één keer laten zien. Dus de twee flappen waar we de rillijnen in hebben gemaakt, die vouw je naar binnen.
En dan vouw je ze gewoon zo tegen elkaar aan. En als je dus gaatjes erin hebt gemaakt, zoals ik hier heb gedaan, dan kun je er dus een lintje doorheen doen. Nou, iedereen zegt dat het duidelijk is. Gelukkig. Nou, dan gaan we hem een beetje versieren. We gaan natuurlijk ook de bloemetjes gebruiken, die we vanmorgen ook hebben gebruikt. Even het lint aan de kant leggen. Ik heb een leuke vlinder, die heb ik ook uitgestanst. Die zit in de mallen die we vanmorgen hebben die vanmorgen even laten zien. Even kijken. Dat is deze. Dat is een grote vlinder en twee kleine vlindertjes. Die heb ik ook uitgestanst uit het designpapier. Fleurige groetjes van Marleen, dus die gaan we hierop gebruiken. Nou, ik had het idee om hier een tekst te doen. De tekst heb ik gestempeld uit Lieve Teksten, wat ook nieuw in de collectie zit deze maand. Maar zoals Jolande vanmorgen ook al zei, ja, die is niet leverbaar en die komt pas weer in maart. Dus dat is wel erg jammer. Nou goed, ik had een stukje lint had ik. Nou, dan kun je toch gewoon, als je geen gaatje erin hebt, of geen gaatje in het melkpakje, dan maak je gewoon een gaatje in het labeltje. Het labeltje heb ik zelf gestanst, maar in de design set zitten natuurlijk ook labels. Dus daar kun je ook een label voor gebruiken. Daar zit ook een ronde zit erbij. Vero, ik ga het zo even voor je opmeten. Ik dacht dat het uit mijn hoofd 10 hoog was, met de deksel erbij. Maar dat ga ik even voor je opmeten, want het is wel echt een mini melkpakje. Even kijken, ja, hij is iets kleiner zelfs. Ongeveer 9 centimeter bij 4,5. Dus het is wel een klein melkpakje. Nou, lintje. Doe ik gewoon even een strikje in maken. En dat hang ik dan gewoon aan de wasknijper. En dan kun je ook hemkoord voor gebruiken of andere lintjes, net wat je thuis in de collectie hebt. Oh, fijn Mia dat het duidelijk is. Nou, de lint is natuurlijk te groot, maar dat maakt niet uit. Dan knippen we een stuk vanaf. Hoi Henriette, dat is geen probleem. Je kunt de live altijd terugkijken. Als je het begin van het doodje gemist hebt, dan kun je dat straks terugkijken. Nou, dan heb je dus hierboven gewoon al een leuk strikje met een kaartje. En daar staat dan een tekst op. En als je die er gewoon afhaalt, dan kan het doosje nog gewoon open. Je kan ook zeggen, nou, ik maak een cadeaudoosje en ik doe hem gewoon dichtplakken. Maar ja, als de ontvanger dan datgene wil hebben wat erin zit, dan moet het doosje wel losgetrokken. En dat is natuurlijk zonde. Dus daarom vind ik een wasknijper wel een handige oplossing. Nou, even kijken. Dan hebben we een paar bloemetjes natuurlijk. Die had ik uitgestanst. En ik heb ze, nou goed, ik heb vanmorgen had ik natuurlijk een beetje alles in één kleur. Maar ja, dat is ook leuk om een beetje een afwijking te doen. Dus dan gaan we nu de lichte kleur gebruiken. Fijn Roelie dat het duidelijk is. Even kijken. En dit is natuurlijk een mini doosje, dus je kunt er niet heel veel dingen op doen. Een collectible past er niet op. Ja, het zou kunnen, maar dan zie je niks meer van het doosje. En dat vind ik ook zonde. Dus ik heb ervoor gekozen om deze keer, normaal gebruik ik altijd collectibles op mijn kaartjes. Om deze keer, oké, de bloemen zijn natuurlijk ook collectibles, maar geen diertjes. Dat wordt gewoon te groot. Nou, dan hebben we hier al een bloemetje. We gaan nog even een hartje inmaken. Ja, een Ferrero, Lianne, die past erin. Ik zag, volgens mij had Marleen had er een doosje geplaatst en ik dacht dat er daar 2 in zaten. Dus dat gaat zeker passen. Of kleine bonbonnetjes of M&M's of ja... Je kunt hem ook voor een baby cadeautje maken, dat je er muisjes in doet. Dat is ook leuk. Nou, de vlinder die heb ik 1 keer uitgestanst. Je kunt voor meer diepte kun je natuurlijk 2 vlinders uitstansen in andere kleuren. Dat je een beetje diepte krijgt van de vlinder. Nou, ik wil hem een beetje voor mijn Mika doen. Maar niet helemaal, want ik wil straks natuurlijk wel zien wat er in het doosje zit. Mika, moet je hem even vasthouden, want dat plakt natuurlijk niet zo... Ja, Lianne, stokstaartjes die zouden wel kunnen, maar die steken dan denk ik ook wel aan de bovenkant uit.
Ja, theelichtjes passen er ook in. Ja, dat heb ik geprobeerd en ik geloof dat ik er 3 erin kreeg. Maar het nadeel dan van theelichtjes is dat je... Ja, dan zou je ze al op de kop moeten zetten, want ik vond het niet mooi. Dat had ik eerst geprobeerd en dan kijk je tegen de zijkant, tegen dat ijzer zeg maar op. Dus dan zou je ze een beetje schuin moeten doen, zodat je de kleur van de kaarsjes ziet. En dan kun je ook bijvoorbeeld geurtheelichtjes doen, een beetje in dezelfde kleur als je designpapier. Babysokjes, ja, dan, als je hele dunne hebt, gaat dat wel passen, ja, zeker. Maar niet hele dikke wintersokken voor baby's, dat wordt te dik. Maar dunne, dat gaat wel passen. Want het doosje zelf, dat is dan, even kijken, 7 volgens mij, 6. Bijna 6,5 bij 4,5. Of bij 5. Ja, dus 6,5 bij 5. Ja, dan moet je wel een paar sokjes in krijgen. En paaseitjes natuurlijk. Dadelijk in het voorjaar, als we helemaal naar de lente gaan en naar paascadeautjes, dan ja, is dat hartstikke leuk om daar paaseitjes in te doen. Even kijken. Ik had nog een tekst uit de set Fleurige Groetjes. Dat had ik vanmorgen laten zien. Ik zal hem nog even een keer van dichtbij laten zien. Dat stickervel, dat is echt heel erg leuk en handig. Ook omdat het allemaal in dezelfde kleuren is. En hier zit hij nog in. Kijk, zo kunnen jullie het denk ik wel goed zien. Er zitten heel veel leuke, ja, allemaal een beetje bloemige teksten in. Dus fleurige groetjes. In een tuin vol bloemen hoor je de bijen zoomen. Ja, het is allemaal ontzettend leuk. En wat ik vanmorgen zei, is leuk dat het echt in de kleuren van designpapier is. Dus als je een doosje in het groen maakt, ja, dan kun je er ook een groene tekst op plakken. Nou, ik had nu gekozen voor lentekriebels, want ja, we gaan toch echt nu naar de lente. En zelf vind ik het dan wel leuk om hem hieronder zo te plakken. Je kunt hem ook aan de zijkant plakken, net wat je wil. Maar ja, de voorkant is toch een beetje de eyecatcher van je doosje. Dus die gaan we even opplakken. Ik doe daar ook altijd maar een beetje lijm op. En dan ook weer een klein beetje zo. En als je nou zegt, van, nou, ik vind de rand niet mooi omdat het geknipt is, kun je hier allemaal losse bloemetjes opplakken. Maar ik vind dat zelf prima zo. En als je hem uitstand, is hij natuurlijk wel helemaal rond. Maar dat is net wat je wil. Je kunt het altijd een beetje verbloemen. Nou, dan dacht ik, dat is misschien leuk om op de zijkant nog een bloemetje te plakken. En zoals ik zei, ja, je kan dus het doosje ook eerst uit kartstok doen en daarna uit designpapier. Bij Dutch Doobadoo zijn natuurlijk altijd nog een tweede lijntje voor je designpapier. Dat zit hier niet op. Maar goed, het zijn allemaal rechte stukken. Hè? Dus je kunt dit gewoon uitmeten, een halve centimeter korter. En dan doe je je designpapier opplakken. Alleen bij dit stukje moet je het even uitmeten, omdat dit een driehoekje is. Maar dat is net wat je leuk vindt. Yes, jullie me kunnen dadelijk weer gaan bestellen. Als ik dit doosje af heb, ga ik nog even de achtergrondjes laten zien, die ook nieuw zijn deze maand. En dan gaan we Jolanda erbij halen en dan kunnen jullie weer via de tikkie bestellen. En dan gaan we daarna even lunchen en dan laten we ook weten hoe laat we weer online zijn. En dan gaan we vanmiddag nog het leukste maken, althans dat vind ik zelf, de gieter van Marianne Design. Die heb ik ook voorbereid. Ik had gisteren al een kaartje gepost waar ik hem in het groen heb gemaakt. Maar voor de live demo heb ik hem in het roze gemaakt. Dus die gaan we vanmiddag maken. Zo. Nog een bloemetje. Dan ben ik even mijn hartje aan het zoeken van een bloemetje. Oh, die ligt hier aan deze kant. Zo, kijk, want dit is een groene. Had ik hier ook een groene? Ja. Even een klein hartje in een bloemetje nog maken. En ja, ik vind het zelf dus mooier als je meerdere laagjes op elkaar doet, dat je ook echt een vol bloemetje krijgt. Ik kan ook ervoor kiezen om gewoon één bloemetje te doen, maar ja, ik vind zelf dit mooier. Zo, doen we daar ook weer een beetje lijm op. En dan gaan we deze nog aan de achterkant plakken. Ik kan er ook een iets groter bloemetje op doen. Ik vind zelf die grote die in de mal zit. Ik zal de mal er ook even bij pakken.
Die vind ik zelf persoonlijk iets te groot voor op het doosje. Dat is deze bloem. Met dit hartje. Dus ik vind deze, die onderste bloemen, die vind ik er mooier op. Maar dat is net wat je leuk vindt, of andere bloemen in je collectie. Dat is net wat je wil. Nou, hier had ik dan nog een lieve heersbeestje, maar die ga ik vanmiddag uitleggen wat je dan nog leuk mee kunt maken tijdens de gieter. En dan is dit eigenlijk het doosje wat ik jullie wilde laten zien. Dus dit is het melkpakje. Ik zal nog even een keer de maat opnoemen. Hij is 9 centimeter hoog bij 5 centimeter breed. En het doosje zelf, waar je dus iets in kunt stoppen, die is 6,5 bij 5. Lianne, nou, ik was door mijn eerste blokje heen, Lianne. Ik heb het nog netjes gedaan, maar zoals ik vanmorgen zei, had ik even moeten voetelen bij de kaart van het kompas, dat ik even een ander kleurtje groen nodig had. Maar het eerste setje ben ik doorheen, althans het designpapier. De stickertjes, die heb ik nog over, gelukkig. Maar het is fijn als je in de winkel bent, dan kun je toch even de spulletjes meenemen. Nou, dat is het melkpakje. Dan wilde ik jullie nog de achtergrondjes laten zien. En de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik niet hou van kleuren, inkten en al die andere dingen. Ik hou dus niet van achtergrondjes maken. Maar ja, voor de demo vond ik dat ik dat wel moest doen. Dus ik heb mijn best gedaan. Er zijn deze maand twee achtergronden te koop. Even kijken waar de eigenlijk maskstencils. Het eerste nummer is PS8114. Dat zijn de vierkanten en de sterren. Van ieder soort zitten er 3 maten in. Dus dat is leuk dat je ze ook over elkaar heen kunt gebruiken. Dan hebben we de hartjes en de cirkels. En dat is de PS8115. Nou, op de Facebook-site van Marianne hebben jullie daar vast ook al voorbeelden van gezien. Dus ik ga jullie even wat paar kaartjes laten zien. Als eerste heb ik de vierkante achtergrond gebruikt. Ik heb dus weer gewoon een dubbel kaartje gemaakt. Ik heb dus de achtergrond eerst gemaakt. Ik vond het wel leuk om daar een beertje in te zetten met het klavertje 4 van deze maand. Een stukje gras erbij, het lieve heersbeestje. De teksten die komen natuurlijk ook uit lieve teksten, maar ja, die zijn niet leverbaar helaas. En dat heb ik gewoon gemat op een stuk groen Florent kartstok en een zwart kaartje. Dus dit is de achtergrond van het vierkantje. Maar de dames uit het designteam die zijn natuurlijk veel beter in dat ik dat kan. Dus die zullen daar misschien ook nog wel mee aan de slag gaan. Nou, dan had ik een ster gemaakt. Dan dacht ik, ja, A Star is Born is wel leuk bij een ster. En zoals je hier ziet, maar ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien, heb ik eerst een grote ster gemaakt met een lichter kleurtje roze. En daarna een kleinere ster met heel donker. En dan een babytje erop gemaakt met een beertje en wat teksten erop. En wat sterretjes. Dus dit is de sterretjesachtergrond. En dan hebben we natuurlijk een van harte kaartje met een ronde cirkel. Daar heb ik nog een maskstencil van Dutch Doobadoo op de achtergrond gebruikt. Met een beertje aan de ballonnetjes. Die zaten in de goodiebag van het hobbyfestijn van 2 januari. En de tekst ook van harte. Ik dacht, oh, die is ook wel leuk om te gebruiken. Omdat die natuurlijk ook van Marianne Design is. En dan als laatste heb ik nog een schaapje gemaakt. En het schaapje gaan we vanmiddag ook gebruiken op de gieter. En daar heb ik een hartje van gemaakt. Een ja, Valentijns kaartje. Dus ja, ik vond, ik moest mezelf even uit mijn comfortzone plaatsen. Er toch achtergrondjes te gaan maken. En ik moet stiekem zeggen dat ik het toch wel heel leuk vond. Dus wie weet. Nou, dan hebben we dit gedeelte gehad. Dan ga ik Jolanda erbij halen. En dan kunnen we de spulletjes weer gaan bestellen in de tikkie. Ja, doen of nu niet? Nee, want ze zijn, oh, ze zijn bezig. Dat doen we straks dan nog even. Oké, ja. Dan gaan we vanmiddag nog even live. Ja, en dan, even kijken. Hoe laat is het nu? Dus 10:50. Wat zullen we zeggen? Dat we zo even eten en dan, ja. Hoe laat? 1:15? 1 uur? 1 uur misschien? 1 uur? Ja, afhankelijk van hoe laat we... Ja. Ja, om 12:30 kregen we het eten. Zo. Half 1 uur? Ja, 1 uur. En ja. Na de laatste live... Van 1 uur doen we nog weer even een verkooprondje. Dan ja. Laten we alles nog weer even zien. Ja, dat is prima. Ja. Ja. Yes. Gaan we doen. Oké. Okay. Nou, tot strakjes. Goedemiddag allemaal.
Nou, we zijn aan het middaggedeelte begonnen. Ik ga jullie heel even opzoeken, zodat ik de reacties mee kan lezen. Even kijken. Zelf opzoeken. Ja, daar kom ik in beeld. Je met je laptop? Yes. Even goed zetten. Even zoeken. Ik kan het niet vinden. Ja, kun je zien? Nog eventjes vernieuwen. Ik zie het mezelf. Ja, ik moest me een paar keer vernieuwen ook in de groep. Nee, dat is niet. Pakjes. Ja, daar is die. Yes. Nou, goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie gezellig weer meekijken. Het middaggedeelte. We gaan nu beginnen aan het gietertje. Ik heb jullie vanmorgen al verteld dat we die vanmiddag gingen maken. Ik hoop dat het beeld zo goed is en dat jullie mij ook goed kunnen verstaan. Ik probeer de reacties allemaal weer mee te lezen. Nou, het gietertje. Ik had gisteren al een kaartje gepost in de groep met een voorbeeldje. Dit is het groene gietertje wat ik gemaakt had. En we gaan nu het roze gietertje maken. En dat is deze. En daar heb ik het schaapje bij gebruikt. Collectable mal ook van Marianne Design. En ja, die gaan we samen maken. Even de reacties goed. Even kijken. Yes. Nou, we gaan beginnen. De gieter van Marianne Design. Marleen is daar vorige week ook al live mee gegaan in de Marianne Design groep. Zoals ik vanmorgen al vertelde, heb je op de voorkant van het stencil staat altijd het embleempje van Marianne Design. Dus dit is de voorkant. Maar ik wil hem natuurlijk op de achterkant ga ik hem tekenen. Nou, dan is het eigenlijk weer hetzelfde als vanmorgen. We leggen de magneetjes leggen we even op het kraftstencil, zodat die goed vast zit. En dan gaan we eerst beginnen met de mal om te tekenen. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij de stencils van Dutch de Bedoe. Dus we tekenen even de buitenkant. En ik ga de gieter ook dubbel maken. Dat zal ik je straks uitleggen hoe ik dat doe. Dat is iets anders dan bij de slimline stencils van mallen van vanochtend. Maar dat laat ik jullie dadelijk zien. Nou, je tekent dus inderdaad de buitenkant eerst om. Het middengedeelte van de gieter, ja, ik haal dat eruit. Maar je kunt ook zeggen, ik laat dit stukje zitten en dan maak ik lucht van. Nou, ik vind het zelf mooier als dit stukje open is. Want dan zie je ook echt dat het een gieter is. Maar je kan ervoor kiezen om dit stukje erin te laten zitten. Nou, ik ga het eruit halen. Dus ik teken dit stukje, teken ik op. Dat gaan we er dadelijk uitknippen. En dan teken je het tot hier. Dus dan pak je hier weer het binnenlijntje. Tot aan deze kant. En dan hebben we hier nog een driehoekje dat eruit moet. Want hier komt het dwarsstreepje van de gieter. Als je zegt, nou ik vind dat dwarsstreepje niet mooi, dan kun je dat er gewoon helemaal afknippen. Maar ik vind het wel leuk. Dus ik teken dat stukje er ook even af. Of ik teken het eraf, ik teken het even om en dan kan ik het er zo afknippen. Nou, dan knippen we dit gedeelte dus helemaal uit. Ik pak even mijn schaartje. Even kijken of ik goed in beeld ben. Ja, iets hoger zie ik. Ja. Nou, dit is dus even gewoon tekenen. Zoals jullie zien heb ik de gieter dus andersom. Je kunt ook kiezen van nou, ik wil het tuitgedeelte aan de rechterkant. Dan teken je hem andersom en dan doe je de gieter aan de andere kant leggen met de tuit naar links. Maar dat is net wat je wil. Ik vind het zelf altijd fijn als de lijntjes op de achterkant staan. Zodat ik niet strepen eventueel nog op de voorkant heb na het uitgummen. Nou, dit is natuurlijk even saai om naar te kijken naar dat knippen. Even kijken. Dit is ook geen, het is een
niet al te grote mal, dus dat vind ik ook wel leuk. Wel genoeg ruimte om nog wat dingetjes op te plakken. Ik zal hem dadelijk ook even opmeten hoe groot hij is. Nou, je kan er natuurlijk voor kiezen om dat stukje eruit te snijden wat we uit moeten knippen. Maar je kunt het ook knippen. Ik vind dit groot genoeg om met de schaar te doen. Maar als je zo'n vingertipmesje hebt, even kijken, die heb ik hier ook in zitten. Je kan er ook voor kiezen om met zo'n vingertipmesje uit te snijden. Maar dat vind ik vooral handig als het hele kleine stukjes zijn. En dit zijn toch best wel grote stukken. Dus die knip ik eruit. Nee, oh ja, ik heb nu inderdaad een ander schaartje. Klopt, ja. Hier op het bureau ligt het schaartje van Jolanda. Die heb ik vanmorgen ook gebruikt. Maar thuis knip ik altijd met een heel fijn schaartje. En dat is echt een heel oudje. Maar die is nog een stuk fijner. En er is een heel fijn puntje aan. En dat is denk ik toch geweldig. Als je gewoon gewend bent om met een bepaald schaartje te knippen, dan blijf je dat gebruiken. Zo, het puntje er nog uit. Even kijken. Zo, yes. En dan hebben we hier nog een klein driehoekje. Ik doe dat ook met het schaartje. Maar zoals ik zei, kun je het ook met een mesje doen. Dit is zo wel makkelijk. Het is maar een klein stukje. En dan dit stukje er nog af. Zo, en dan komt hij natuurlijk zo als je hem omdraait. Dus zo heb je de basis al klaar. Thuis heb ik de hele gieter dubbel gemaakt. Dus ik heb hem twee keer, zoals ik hem nu heb gemaakt, heb ik hem twee keer uitgetekend en uitgeknipt. Maar het is net zo makkelijk om alleen dit gedeelte dubbel te maken. En daar doe je dus alleen het middenstuk van de gieter doe je daarvoor uittekenen. Hij ligt dus nu weer die kant op. En dan doe je eigenlijk gewoon die lijnen wat ik net getekend heb met de hele gieter, doe je dan nog een keer op het blad tekenen. En dan krijg je dit stukje. Ik zal dat even voordoen. Kijk, want daar gaan wat stukjes mee. Nou, dan leg ik dus weer de tuit die kant op. En ja, het hulpmiddeltje is dat het embleempje aan de andere kant staat. Teken je dus deze lijntjes nog een keer. En je hoeft hem natuurlijk niet dubbel te maken. Ik zelf vind dat wel fijn, zodat de gieter makkelijk blijft staan. Ik vind dat voor de ontvanger gewoon leuker. Dit stukje kun je er mee bij tekenen. Zo. En dan hier even oversteken. Yes. En dan heb je dit stukje dus. En die past dus hierin. Nou, dan gaan we weer hetzelfde doen als vanochtend. Nou, ik wil hem dus deze kant op. En ik heb aan de achterkant heb ik getekend. En dit stukje komt er dus op. Zoals jullie zien. Dan ga ik dus net als vanochtend ga ik hier weer een rillijn maken. En dan mag je zelf natuurlijk bepalen hoeveel centimeter. Het komt zich nooit zo nauw, maar gewoon een paar centimeter. Ik doe dat ook eigenlijk nooit uitmeten. Gewoon een rillijn maken, even dubbel vouwen. En dan doen we aan de bovenkant. Alleen aan de bovenkant doen we een beetje lijm. Zo. Kijk, en dat past dus perfect. Zou je nou iets scheef hebben geknipt, nou dan knip je dat stukje er nog af. En aan de achterkant, ik doe het nou even omdraaien. Dan vouw ik even die lijn goed door. En dan vouw je hem terug. En dan kan je gieter blijven staan. En wil je hem nou recht hebben aan de onderkant, want hij loopt natuurlijk een beetje bol. Als je dat niet mooi vindt, dan maak je gewoon een rechte lijn. Maar dan moet je dadelijk wel ook even opletten met het designpapier. Maar goed, ik vind hem zo, vind het wel leuk als hij zo een beetje wiebelt. Nou, het designpapier wat we gaan gebruiken is natuurlijk ook fleurige groetjes van Marianne Design.
vanmorgen vertelde ik al dat ik het vandaag in het roze zou gaan maken. Pak even een papiertje erbij. En ik vind het zelf dan leuk als je verschillende kleurtjes gebruikt. Het voordeel van de papierstaart van Marianne Design is dat de voorkant altijd, had ik vanmorgen ook verteld, altijd een printje is en de achterkant is effen. Maar ook altijd verschillende kleurtjes, roze bijvoorbeeld of groen. Dus je kunt gewoon alles leuk combineren. We gaan hetzelfde maken als ik hier heb gedaan. Dus ik heb het middenstuk heb ik een bloemenprintje gedaan. Dan heb ik het hengsel van de gieter heb ik in lichtroze gedaan. En het stukje waar je normaal in de gieter kijkt, dat heb ik dan weer in een donker kleurtje gedaan. Nou, dan ga ik nu even op de achterkant. Ik ga het nu even gewoon in één... op één papiertje uittekenen voor jullie. Ik heb alles uitgeknipt, want anders gaat het heel lang duren als jullie daarnaar moeten kijken. Maar ik laat jullie even zien hoe je dat het makkelijkst kunt doen. Dan moet ik heel even mijn gieter aan het zoeken. Mijn stencil, waar is die? Mijn gieter volgens mij ergens tussen de papiertjes gestopt. Hoppakee. Nou, dit is dus de voorkant. En we gaan hem dus andersom gaan we hem tekenen. Dan gaan we hem even zo leggen. Ik hoop dat jullie dat allemaal goed kunnen zien zo. En dan zal ik het kaartje erbij leggen. Dan zien jullie wat welk stukje is. Nou, het hengsel heb ik hier in het lichtroze gemaakt. Maar goed, die komt dus nu op een ander kleurtje. En dan ga je nu alleen de binnenlijnen tekenen. Dus deze buitenste lijnen, dat is de buitenkant van de gieter. En deze lijn, dat is de binnenkant. Dus die ga ik nu even aftekenen. Je loopt gewoon in de bocht mee. Ik moet hem eigenlijk nog even vastzetten, zodat hij niet kan gaan schuiven. Dan volg je die lijnen weer en dan kom je weer bij je beginpunt kom je weer uit. Dus dit is het stukje hengsel. Dat laat ik jullie zo zien. Dit stukje heb ik dus weggeknipt. Heb je dat laten zitten, dan kun je zeggen, nou ik doe met bijvoorbeeld blauw dat het lucht is, doe je dit stuk omtrekken en dat plak je dan hierop. Maar dat is net wat je zelf leuk vindt. Dan hebben we dit stukje. Dat is de middenkant van de binnenkant van de gieter. Die heb ik dan in een andere kleur gedaan dan het hengsel van de gieter, omdat ik dat zelf wel leuker vind. Kijk of jullie dat nog zien. Ja. Ik doe nu even alles gewoon in één kleurtje. Ik heb het er allemaal al uitgeknipt. Maar ik laat jullie het tekenen even zien. Want het was niet voor iedereen duidelijk hoe je hem precies moest tekenen. Dus dat is dit stukje. En dan hebben we het middenstuk. Dat is eigenlijk het grootste stukje. Dat heb ik in een bloemenprintje gemaakt. Ik vind het dan ook wel leuk als er een lekker druk printje op de voorkant zit. Die teken je ook gewoon om. Dat is wel een makkelijk stuk om te tekenen zo. Dat is dit stukje. Zie je nu? Dat is het bloemenstuk. Dan hebben we dit stukje. Dat is weggesneden, dus dat hebben we niet. Dan heb je hier een dwarsstukje voor over de dwarse gedeelte van de gieter. Maar ja, het kan zijn dat je dat hebt weggeknipt, dat je dat niet zo leuk vond. Dan hebben we hier nog de tuit van de gieter. Zo. En dan hebben we de laatste twee stukjes. Dat is het gedeelte waar het water uitkomt. Dat zijn twee losse stukjes. En zo. Nou, dit even weghalen. En dan zien jullie precies hoe die geknipt moet worden. Dus ik laat deze even in beeld liggen. Dan kunnen jullie het zien. En dan ga ik hem samen met jullie ga ik hem opplakken. Even kijken of hij nog in beeld is. Zo is hij in beeld. Nou, dit is de gieter die we net aan elkaar hadden gezet. En dan ga ik zelf beginnen met het middenstuk. Dat vind ik zelf het makkelijkste. Even kijken, kunnen jullie het zo zien? Ja. Nou, dat doen we gewoon weer een beetje lijm op. Deze plakken we hierop. En het voordeel is dus, als je hem alles aan de achterkant tekent, dat je gewoon niks hoeft uit te gummen van de papiertjes die je net gemaakt hebt. En wat ik altijd aanhoud, want soms als je je mal
voor iets doet draaien, dan denk je, oh, welke kant moet ik nou op? Maar het embleempje is bij mij altijd aan de achterkant als ik teken. Dat is zodat ik zeker weet dat ik hem goed om heb. Nou, dan hebben we het stuk van het hengsel van de gieter. Die komt hierop. Dat is dus dit stukje als ik hem omdraai. Hey Francine, gezellig dat je nog meekijkt. Nou, daar komt ook een beetje lijm op. Dan plakken we deze hierop. Dat is even een beetje geluk hebben dat hij goed valt. Zo. Dus dit is het hengsel. Dan hebben we de tuit van de gieter. Dat is dit stukje. Die komt dus andersom. Dus die komt zo. En zoals jullie zien is dat dan dezelfde kleur als het hengsel. Ik vind het zelf altijd wel leuk als dat een beetje bij elkaar past. Ja, de kleurtjes zijn mooi, hè? Ja. Ik vind die roze eigenlijk nog mooier dan het groen. Zo. Even kijken. Dan hadden we twee stukjes voor het middenstuk van de gieter. Dat is dit stukje. Die heb ik omgedraaid natuurlijk. Die komt aan deze kant. Oeps, even kijken. Die plakken we hier zo op. Yes. En dan even kijken. Het laatste stukje die komt hier in de hoek. En dat is dit stukje. En het gieter is eigenlijk iets voor het voorjaar. Hè? Ook voor mensen die graag tuinieren. Dat is ook het idee voor als kinderen met vakantie gaan. Voor de juffen en meesters ideetje. Bedankt dat je me hebt laten groeien. En dan met bloemzaadjes of zo erbij. Vond ik ook wel een leuk idee. Even kijken, dan gaan we de tuit maken. Dan hebben we hier dit kleine stukje. Even kijken of die past, ja. Die past zeker. Als jullie vragen hebben of iets niet duidelijk is, moeten jullie het gewoon even aangeven. Zo. En dan dacht ik voor het sproeistuk, ja, dat is vaak toch ijzer, dacht ik, daar ga ik spiegelkarton voor gebruiken. Maar ja, je kunt het natuurlijk ook gewoon in een andere kleur doen. Ik vond het zelf wel leuk om dat in spiegelkarton. Ja, Juliette, het melkpakje is vanmorgen geweest in de tweede live. Die staat in die groep, dus die kan je wel al terugkijken. Kijk, en dan komt hier dan nog. Even kijken of ik hem goed om heb. Hij moet zo om. Dan komt dan het sproeigedeelte. En dan is er alleen hier nog het dwarsbalkje. Even kijken, zo. Dan zit hier zo'n schuin streepje en die moet aan deze kant. Als je nou zelf zegt van nou, ik vind het eigenlijk niet mooi hoe ik dat geplakt heb. Dat kan, hè. Dan plak je daar gewoon iets op. Kijk, zoals ik heb hier er toevallig een lieve heersbeestje opgeplakt. Maar je kunt altijd iets wat je zelf niet zo mooi vindt qua rand of zo. Dan plak je er gewoon een bloemetje op en dan is het niemand die het ziet. Nou, deze hebben jullie wel gezien, hè. Hoe alles in elkaar zit, dus die leg ik nu even aan de kant. En dan gaan we hem bekleden. Nou, zoals ik vanmorgen zei, op de melkpakjes vond ik een collectible niet zo heel erg passen, omdat het een beetje te klein, het melkpakje een beetje te klein is. Maar de meeste mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik heel veel collectibles gebruik op mijn kaartjes. En ik vond het dan wel leuk, omdat het een beetje lente is, om er echt een lentekaartje van te maken. En daar wilde ik dan het lammetje van Marianne Design bij gebruiken. Zelf vind ik het leuk om wolkjes, maar ook schaapjes uit te stansen uit wattenschijfjes. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Maakt er niet uit welke kant dat je gebruikt. Dus we gaan het schaapje even samen in elkaar zetten. Dan leggen we die even aan de kant. Nou, het schaapjesonderdelen, dat zijn er heel wat. Ik pak hem er heel even bij. Dit is de mal van het schaapje, of van het lammetje, maar die was vandaag ook niet meegeleverd helaas. Maar die kunnen jullie wel altijd bestellen.
En zoals ik vanmorgen zei, doen ze met de nieuwe mallen van Marianne Design doen ze alle kleurtjes aangeven, waardoor het vaak makkelijker is om iets terug te vinden. Zoals je ziet dan hier het lijfje gedeelte en het stukje haar op, of het wol op het hoofdje, dat is dan in het wit gemaakt. Het belletje en de bloemetjes zijn geel. Hier is een strikje kun je maken, dat hebben ze dan in het blauw gemaakt. En die lichte kleurtjes, ja, dat zijn de pootjes. En dan heb je de hoefjes, zeg maar, is een iets donkerdere kleur. En het gedeelte, de oogjes, die hebben ze dan zwart gedaan. Ik vind dat zelf wel heel fijn, omdat heel veel mensen vaak moeite hebben om de diertjes in elkaar te zetten. En zo is het toch iets makkelijker. Het bestelnummer van de lammetjes is Col1494. Dus als jullie hem in de webshop willen bestellen, dan kan dat natuurlijk. En dan gaan we hem in elkaar zetten. Nou, ik vind het wel leuk als het schaap of het lammetje een beetje zo in het gras gaat zitten. Je kunt natuurlijk op de mal zelf staan altijd al leuke voorbeeldjes. Kijk dat hij niet spiegelt. Staan leuke voorbeeldjes. Je kunt hem zo laten springen of laten staan. Of een slapend schaapje is ook leuk voor babykaartjes bijvoorbeeld. Maar ik ga hem een beetje zittend in het gras maken. Ja, lief hè, Monica. Ja, ik ben daar ook helemaal dol op. Nou, dan gaan we het stukje grasrand, die gaan we hier beneden plakken. Die is natuurlijk veel te lang, maar die knip ik zo meteen af. Nadeel is natuurlijk wel dat die nu in een bolling loopt. Maar als je hem gewoon een beetje op de rand plakt, dan wordt dit stukje recht. En dan maakt dat eigenlijk helemaal niks uit. Vind je dat nou niet mooi? Als het in een bolling loopt, dan knip je dat stuk er gewoon af. Dus ik plak eerst het gras even op. Ik kan hem nog een stukje uit laten steken, is misschien ook wel leuk. Dat hij iets verder doorloopt. Dan moet je wel rekening mee. Of ja, ik vind het dan wel fijn als ik hier geen wit zie bij dit stukje. Dus dat knip ik er dan af. Nou, ik vind hem tot hier wel mooi, want er is net zo'n inham in het gras. Dat je even kijkt waar je het gras afknipt. Dat wel een beetje mooi uitziet. En je gietertje blijft nu gewoon staan. Kijk of jullie het goed zien zo. Julia, nee, de wattenschijfjes doe ik gewoon uitstansen. Net als papier, maar dan gebruik je dan gewoon een wattenschijfje. Ik zal even een stukje laten zien. Kijk, je legt gewoon dit malletje op je wattenschijfje, op je ronde wattenschijfje. Ik weet niet waar die is, volgens mij is die gevallen. En dan doe je hem gewoon zo door je stansmachine. Dat gaat heel makkelijk. En dat kun je ook met wolkjes doen. Dat is heel leuk. En het is dan eigenlijk direct een aaibaar kaartje. Dus gewoon door je stansmachine. Het kan zijn dat hij even wat druk geeft. Maar dan moet je hem even in het midden leggen. Dat gaat vanzelf. Nou, het schaapje. We hebben natuurlijk het hoofdje. We hebben vier pootjes. We hebben het snuitje. We gaan eerst beginnen met de oortjes maken. Nou, ik vind het zelf altijd leuk als mijn kleuren bij elkaar passen. Nou, een lammetje heeft meestal toch een beetje aan de binnenkant roze oortjes. Dus die heb ik uit hetzelfde designpapier gestand als waar ik de gieter mee gemaakt heb. Dus daar doen we alleen even een beetje lijm op. En dit kun je altijd een beetje schuiven als dat niet direct recht is. Kijk, nu gaat hij los. Dat is soms wel een gepriegel met die kleine malletjes. Doe je gewoon de oortjes erop plakken of erachter plakken. Kijk, nou zie je al direct een heel ander gezichtje. Nou, het snuitje heb ik uit iets ander, kraf gedaan, dus dat die iets donkerder is. Je kan ervoor kiezen om te zeggen, nou ik doe met foamtape opplakken, zodat die iets verhoogd is. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Ik doe hem nu gewoon plat. Dus dan doen we het snuitje. Zo. En dan hebben we nog een hartje voor zijn neus. Dat heb ik uit hetzelfde designpapier gestampt. Kijk, dat is deze kleur. Dat is die lichte kleur uit het designpapier. Ik kom ook een beetje lijm op. En dan doe ik een beetje het neusje omhoog laten staan. Dus dat je alleen het middengedeelte vast plakt. Nou, dan hebben we de oogjes. Die gaan we er ook op plakken. Het zijn altijd hele kleine dingetjes, dus het is wel fijn als je dat met deze pen doet. Kijken dat ze goed omliggen.
komt natuurlijk net altijd toch te veel lijm uit. Hè? Maar goed, dat druk je een beetje aan, want dat zie je niet meer. Nou, dan maken we even oogjes. En je kunt ervoor kiezen om de wangetjes een beetje roze te maken, gewoon met een kleurpotlood of gewoon een paar stipjes te maken in zijn gezicht. Zo. En dan hebben we het lijfje. Die gaan we er zo op plakken. Ik moet zeggen, met Dutch Doobie Doo lijm plakt dat gewoon prima op een wattenschijfje. Je moet het wel heel even vasthouden, net als het stukje wol op zijn hoofdje. Dat is dit stukje. Plakken we er ook gewoon op. Ik kan er ook voor kiezen om een strikje te maken. Kijk, want bij dit lammetje heeft hij geen haardosje. En hier ook niet, maar een bloemetje. Dat is net wat je leuk vindt. En dan gaan we de pootjes maken. Er zijn 4 pootjes. En je ziet, 2 pootjes die zijn iets dikker. En 2 pootjes zijn iets smaller. Dus deze 2 passen bij elkaar en deze 2. De hoefjes die heb ik uit iets donkerder kars ook gedaan. Of kraf heb ik dat gedaan. Even kijken, die brede die passen op de achterpoten. Maar dat wijst zich wel vanzelf. Even kijken. Oh Monika, je kunt gewoon wat de schijfjes stansen hoor. Niet bang zijn, dat gaat vanzelf. En dat is ook leuk voor wolken en zeker met babykaartjes. Ik doe dat zelf echt heel vaak. Jawel, Juliette, gewoon doen. Komt helemaal goed. En dan hebben we de 2 voorpootjes. Daar komen de kleine stukjes op. En hier nog een klein stukje. Ja, leuk hè Daisy. Ja, hij is echt zo lief. Eigenlijk voor lentekaartjes kunnen we die weer heel veel gaan gebruiken, het schaapje, het lammetje. Nou, dan had ik het idee om het schaapje dus een beetje te laten zitten. De grasrand die plak ik zelf nooit aan de bovenkant vast, omdat ik daar eigenlijk altijd iets achter wil plakken. Zodat ik daar geen problemen mee krijg. Dan is het ja, eigenlijk het handigste als je de achterpootjes, dat je die al vast doet plakken. Omdat die achter de grasrand komen en als het schaapje vast zit is dat een beetje lastiger. We hebben dus de 2 smallere pootjes, dat zijn deze, die komen aan de voorkant. En dit zijn de achterpootjes die iets dikker zijn. Dan ziet dat nu een beetje raar uit. Maar als je dadelijk zit, dan zien jullie wel, dat had ik alleen maar gedaan. Dan zien jullie wel dat het in verhouding gewoon kan. Kijk. En dan plak ik hem gewoon hierop. En dan is het net alsof hij zo de spagaat doet in het gras. Pootjes die plak ik ook nooit vast. Dat is omdat ik daar ook meestal de collectibles iets in de pootjes geef. En dan vind ik het zonde als ik het heb vastgeplakt en ik moet het dan los gaan trekken en dan scheurt mijn papier. Dus ik doe dat nooit vastplakken. Dan maakt dat bij deze niet uit, want het zijn de achterpoten. Want die, daar hoeft hij niks aan zijn pootjes te hebben, maar bij de voorpootjes die plak ik echt alleen aan de bovenkant vast. Nou, ik vind hem nu wel leuk. Dan hebben we de voorpootjes. Doe ik dus alleen aan de bovenkant lijm. En dan kan ik daar dadelijk nog iets hem in de pootjes geven. Het is wel even vasthouden op wattenschijfjes. Ik plak niet zo goed als het papier. Maar het zit dadelijk wel gewoon goed vast. Zo. Yes, dat hebben we ook gedaan. Nou, dan vind ik het leuk om... het schaapje is nu af, daar gaan we dadelijk verder mee. Dan gaan we even een lintje bovenin maken. Hier is het het hengsel kun je gewoon een heel leuk lintje knopen. Ik ga hem even anders doen. Doen we gewoon zo en dan doen we daar een stukje hemkoord tussen. Er ook even bij en dan kan daar een tekst aan.
De tekst die heb ik ook gestanst uit, uit het stickervaal van Fleurige Groetjes. Dan is het zelf, vind ik het handig, als je eerst een knoopje erin maakt, zodat die vast zit. Even kijken. Ja, Juliette, gewoon proberen. Komt helemaal goed. En dan doen we het stukje hemkort erdoorheen. Zo. En dan doen we dan een strikje erin maken. Of je laat hem gewoon zo loshangen. Dat kan allebei. Een strikje leuker. Dan heb je al één tekst heb je al op je kaartje gemaakt. Zo. Nou, het staartje van het lammetje, ja, dat ga ik er niet op doen. Maar dat kan wel. Maar dat vind ik een beetje raar uitzien. Omdat hij niet aan de zijkant natuurlijk zit. Even kijken. Nou, dan hebben we nog heel veel bloemetjes. En ook de lieve heersbeestjes. Die vind ik ook erg leuk om even aan jullie te laten zien. Ik doe zelf altijd. Maar ik denk dat jullie dat ook wel weten. Als ik bijvoorbeeld iets ga uitstansen waar relief in moet komen. Doe ik er zelf altijd een stuk keukenpapier onder. Dus ik leg eigenlijk keukenpapier op mijn mat om uit te stansen. En dan leg ik dit dus op het papier. Gewoon zo. En dan door de machine en dan komen die bolletjes, die stans die dan doet eigenlijk al embossen. En die doe ik daarna gewoon een beetje kleuren. Maar als je dit gebruikt, ook bijvoorbeeld bij de Lego blokjes van Marianne Design, dan scheelt dat gewoon, dan hoef je niet te embossen. Dan komt gewoon vanzelf al, dat relief komt er dan in. Nou, bij de lieve heersbeestjes is het ook leuk om het lieve heersbeestje wat eigenlijk doet vliegen, om daar vellum tussen te doen. Zodat je het idee hebt dat die ook echt een fladderen is. Dat had ik al uitgestanst. Dan gaan we even kijken. Dat zijn deze twee losse stukjes. Thea, de schapen heb ik net uitgelegd. Dat heb ik met de mal van de lammetjes gemaakt. Kijken of die zo goed in beeld is. Ja. En dan met wattenschijfjes. Maar dat kun je, als je dat stukje mis hebt, kun je dat later terugkijken. Nou, dan is het leuk om het vellum hieronder te gebruiken. Dus een beetje fladderen. Dan ga je hem eigenlijk zo. Kunnen jullie dit goed zien zo? Ja, ik denk het wel, hè. Dan gaan we hem gewoon al even opplakken. Dan doe je eerst een stukje vellum. En vellum zie je natuurlijk, de lijm zie je door je vellum heen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, want we doen dan natuurlijk nog een stukje papier overheen. Kijk, zo. En aan deze kant ook. Dus er komt ook nog een stukje vellum. En dan plakken we daar ook nog het vleugeltje op. Oké. Er moet iets naar buiten, zie ik. Het vellum even iets naar buiten schuiven. En dan dit stukje erop. Wil niet helemaal zoals ik wil. Ja. Kijk, en dan heb je net het idee alsof die echt aan het fladderen is. Dus die wilde ik hierboven gaan plakken. Net wat ik zei, als je dit stukje niet zo mooi vindt, nou, dan plak je er gewoon niet overheen. Dat ziet niemand. Zo. Nou, dan zit in de mal van Lieve Heersbeestje zit ook het klavertje 4. Linda had er ook al hele leuke kaartjes mee gemaakt. Ik heb hem nu, omdat ik het kaartje in roze wil maken, heb ik hem dus niet uit groen gestanst. Maar gewoon uit hetzelfde designpapier en gewoon met een beetje inkt heb ik hem nog aangezet. En dat is wat ik zei, van ik doe pootjes nooit vastplakken. Omdat ik het dan wel leuk vind als het schaapje of een ander diertje nog iets vast heeft. Dus die plakken we gewoon om zijn pootje vast. En dan doe ik aan deze achterkant doe ik ook een klein dotje lijm, zodat hij wel een beetje vast zit. De blaadjes kun je dan een beetje zo omhoog krullen. Ja, leuk met dat vellum, hè? Ja, zo lijkt het toch echt, want ik heb het hier niet gedaan. Maar dan moet je kijken wat een verschil het is. Hier is het net alsof hij vliegt en hier zit hij gewoon stilletjes te zitten. Dus kleine tips.
Nou, de blaadjeszetting een beetje omhoog. Nou. En dan hebben we natuurlijk nog de bloemen. Ik heb ook nog dat andere lieve heersbeestje. Nou, die is een beetje aan het kruipen. Dus die doen we gewoon in het gras neerzetten. Die had ik ook al met inkt, die bolletjes aangezet. Die plakken we gewoon op het gras. Dus die komt een beetje aangekropen zo. En dan gaan we de bloemetjes doen. Ik heb ook een bloemetje wat ik vanmorgen nog niet heb gebruikt. Dus wat ik zei, dat vond ik op het melkpakje, vond ik die echt te groot. Even de mal van de bloem erbij pakken. Nou, dat is deze mal van Marleen. Dat is deze bloem. Nou, ik vind het zelf leuker als je hem twee keer doet uitstansen. Ik heb die ook met een beetje inkt aangezet. En dat is gewoon heel simpel op elkaar plakken. En dan moet je even kijken naar hoe vind ik hem zelf het mooiste. Maar die blaadjes die kun je natuurlijk altijd een beetje bollen. Het gaat er maar even om dat die vast zit en op je kaart zit. En dan kun je hem daarna nog wel in model brengen. Bij die bloem zit ook een hartje natuurlijk wat in het midden komt. Nou, die heb ik even uit wit gestanst. En dan heb ik nog het grote bolletje van deze drie hartjes. Hè. Dus dat grote is van die grote bloem. De middelste is van deze bloem. En deze kun je eventueel voor die kleintjes gebruiken. Maar je kunt ook met een parelpen kun je een hartje maken. Of net wat je leuk vindt. Nou, dan gaan we de grote bloem. Die komt rechts op het handvat. Ik vind het alweer leuk, want ik vind dit gewoon te kaal. Zoals jullie weten hou ik altijd van redelijk drukke kaartjes. Ik ben echt geen kei in kastkaartjes maken. Dus er komt bij mij altijd voldoende op. En ik vind dit echt gewoon te kaal om zo op te plakken. Of zo te laten. Dus ik doe er altijd nog van alles bij maken. Nou, de blaadjes had ik vanmorgen laten zien. Die doen we gewoon ook een beetje krullen. En dan komt het bloemetje zo niet te hoog, want dan zien we de blaadjes niet. En dan hebben we nog het andere bloemetje wat ik vanmorgen ook heb gebruikt. Daar gaan we ook weer een paar laagjes van doen. Ik kan er natuurlijk voor kiezen om gewoon één bloemetje op te plakken. Maar ja, zoals ik zei, vind ik dat zelf niet zo mooi. Dus ik kies ervoor om hem dubbel te doen. En dan gaan we er weer een middenstukje op doen. Het is iets donkerder, want die heb ik met inkt aangezet. Dus die is iets donkerder dan een bloemetje zelf, zodat je wel nog het verschil ziet. Die laat ik heel even drogen. Dan doen we er nog eentje maken. Dan hebben we hier nog een stukje. Zo. En nog een middenstukje. En dan zetten we de blaadjes weer een beetje recht op. Dat is zelf toch wel mooier. Nou, dan gaan we nog één bloemetje hieronder plakken. Vind ik wel leuk. En dan doen we eentje. Dit stukje kan zijn dat je dat ook niet zo mooi vindt. Je kunt het ook. Ik heb het ook geprobeerd om dit stuk eruit te knippen. Zodat je het open krijgt. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet mooi. Dus ik heb het nu gewoon in een lichtere kleur gedaan. En dan doe ik daar nog een bloemetje bij plakken. Dan gaan we eerst even de blaadjes doen. Ik doe even naar beneden wijzen. En als je het stengeltje te lang vindt, nou, dan knip je er gewoon een stuk af. Zo. Die kan best wel een beetje over dat andere bloemetje heen. Want die blaadjes komen toch allemaal mooi omhoog te staan. Zo. En dan hebben we hier nog eentje. Die plakken we zo. En dan heb je echt binnen no time heb je gewoon echt een heel leuk kaartje. Dus ik echt voor lente, voor Pasen kun je het maken. Of gewoon voor iemand die graag van tenieren houdt. Je kan er natuurlijk ook andere collectibles op gebruiken. Hoeft natuurlijk niet een schaapje te zijn, kan ook iets anders zijn. Zo, nou hebben we hem eigenlijk klaar. Dan kunnen we zeggen van nou we doen hier nog een tekst of hier nog een tekst. Misschien hier bij dit stukje is misschien wel leuk.
gaan we even een stickervelletje waar ik al aan begonnen ben, gaan we er even bij pakken. Even kijken, wat zullen we doen? Zullen we bloemenpost doen? Die is wel leuk. Ik kan natuurlijk ook, want dat heb ik hier op dit kaartje, heb ik het gereedschap gebruikt van Marianne Design. Dat is vorig jaar in de lente is dat uitgekomen. Dan heb ik hier gewoon de molshoop gemaakt van het molletje. En dan het gereedschap er zo ingestoken. En hier heb ik dan die riek heb ik hier aan vastgemaakt. En je kan er vlindertjes op doen. Ja, je kan eigenlijk alle kanten op. Zoals ik vanmorgen al zei, doe ik teksten doe ik altijd nog matten op designpapier. Ook al is het geen sticker. Maar dat is omdat ik dat zelf gewoon mooier vind. Je kan er ook voor kiezen om hem, goed bij stickers niet, want dan plakt hij natuurlijk aan de achterkant. Maar als je gewoon de tekst doet stempelen, ja, kan je er ook voor kiezen om hem zo op te plakken. Maar ja, ik vind dat zelf niet mooi. Nou, volgens mij bewogen jullie. Nou, dan plakken we de sticker gewoon op een stukje designpapier. Dan pak ik wel nu even een grotere schaar. En dit ja, hoef je niet uit te meten, althans ik doe dat echt nooit. Ik doe gewoon op het oog knippen. Het stukje is redelijk recht. Kijk, en dan heb je een hele leuke tekst voor op je kaartje nog. Nou, die plakken op dit stukje vast. Ja, de binnenkant zou je inderdaad met zilver hetzelfde als met het tuitje kunnen doen. Maar dat is net wat je leuk vond. Ik heb dat thuis uitgeprobeerd en ik vond het zelf niet zo leuk. Dus toen dacht ik, dan ga ik hem gewoon in roze kleurtjes maken. Nou, en dan denk ik dat hij ver af is. Kijk, hij kan dus gewoon zo staan. Ja, deze tekst is een beetje lang en een beetje groot. Dus die blijft misschien niet helemaal mooi hangen, maar als je zegt van nou ik vind het leuker om hem vast te plakken, kan dat natuurlijk ook. Dan doe je hem bijvoorbeeld zo vastzetten met een beetje lijm. Je kunt eventueel nog wat accentjes aanbrengen. Dan kun je bijvoorbeeld een beetje in de bollen van de bloemblaadjes zet je nog een wit lijntje. De oogjes van de lieve heersbeestje. Dat maakt ook wel verschil als hij oogjes heeft. Er zit de stans eigenlijk al een puntje uit, dus dat hoef je eigenlijk maar een puntje neer te zetten. En dan hier nog een beetje. En ja, de gieter kun je natuurlijk in alle kleuren maken die je zelf leuk vindt. Maar ik vond hem in het roze wel het leukste geworden. Zo. Nou, dan is de gieter ook klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden hoe ik het gemaakt heb. We gaan nu even afsluiten en dan doen we dadelijk, Jolanda is heel even weg, die komt dadelijk terug, doen we dadelijk nog een tikkie rondje. Ik verwacht dat ze ja, binnen nu en een half uur altijd wel terug is. Dus we gaan nu de video even beëindigen en dan komen we dadelijk als Jolanda terug is, gaan we nog alle kaartjes laten zien en dan kunnen jullie nog bestellen. Dus allemaal hartelijk bedankt voor het kijken en tot dadelijk. Nou, goedemiddag. Dat is nou al de vierde keer dat we in de lucht gaan, hè? Ja. Vierde keer dat we vandaag live gaan. Ik moest even Anouk aankijken. Nou, het was natuurlijk superleuk vandaag. Anouk heeft jullie heel veel leuke dingen laten zien. Het was voor Anouk ook de eerste keer live. Maar die was daar gewoon supergoed in. Die deed daar gewoon net of dat ze nooit anders gedaan heeft. Wat we nu even in dit laatste rondje doen, is dat we nog één keer even alle kaartjes van Anouk laten zien met de producten erbij. Dus dit is het laatste verkooprondje van vandaag. En dan gaan we dus de mandjes sluiten. Dan is Lia er morgen weer en dan gaat Lia morgen alle bonnetjes maken. En krijgt iedereen een Facebook Messenger berichtje met zijn overzichtje en een tikkie om te betalen. Dus wij vragen jullie echt tot nu, tot uiterlijk eind van deze middag nog toe te voegen. En dan sluiten de mandjes. Het is voor ons dan heel vervelend als jullie dan morgen nog, als alles klaar is, zeggen van, oh, mag dit of dit er nog bij. Dan maken we gewoon weer nieuwe mandjes. En nou, ik ben er natuurlijk morgenmiddag weer live, want dan ga ik jullie de nieuwe producten van Carlijn laten zien. Morgenmiddag om 1 uur. Nou, vrijdag zal er ook nog vast wel een tikkie zijn. En zondag doen we ook weer een live demo in de winkel. We dachten van, nou, we doen dan een keer op zondag, dan is iedereen lekker vrij.
zijn er ook meer die waarschijnlijk kunnen kijken. Dus tot vanmiddag, einde middag kun je nog aan je mandje toevoegen. Je mag ook bellen als je nog iets anders wilt, dus dat we nu laten zien. Het telefoonnummer is 0416-743-200. En dan hopen we dat jullie allemaal aan de 25 euro zitten voor je mandje. Onder de 25 euro komt er automatisch 3 euro administratiekosten bij, omdat we het met de hand moeten verwerken. Nou, hoe zullen we het doen dan ook? Dat jij het één voor één je voorbeeldjes laat zien dat ik de spulletjes erbij pak? Ja, dat is misschien wel leuk. Ja. Oh ja, die heb je net als laatste gedaan, hè? Ja, in de tweede live. Of in de tweede live. Tweede. Nou, Marianne heeft deze maand hele leuke nieuwe craft stencils. Met wat basisvormen. Die kosten €4,95 de grote. En die zijn er in twee uitvoeringen. Hè? Eentje is met cirkels en met hartjes. En de tweede is met vierkantjes met van die afgeronde hoeken en met sterren. En nou, Anouk zei het al, ik ben niet echt iemand die van het inkten is. Kijk, maar dit is natuurlijk wel gewoon superleuk. Die kun je natuurlijk combineren met al je collectibles, beertjes, schaapjes, alle diertjes die je hebt. En dan maak je gewoon met inkt, met die vorm, een hele leuke achtergrond. Dus dit zijn de craft stencils. De ene is met de cirkels en de hartjes. De andere is met de vierkantjes en de sterren. €4,95 per stuk zijn ze. Oh ja, die is ook leuk, Anouk. Baby, ja. Ja, met het babytje. Hadden we het babytje? Oh, daar hangt nog wel een schaap. Nee, dat is een ander. Dat is een ander schaapje, hè? Die... Ja, nou, die kunnen we inderdaad nog even laten zien. Die is ook alweer op. Ja. Dit is trouwens nog het schaapje wat Anouk gebruikt had. €13,99 is die ook. Kijk, heel leuk als je dat ook met een beetje stanst uit wattenschijfjes, zoals ze hier gedaan heeft. Kijk hier, helemaal leuk op het gietertje. Nee, ik gaf ze zo met het hart. Ja, die liggen daar. Deze krijg je ongevaarlijk. En we hebben nog vier schaapjes, voor wie het schaapje ook nog leuk vindt. Hier heeft ze dus weer dat kraftstencil met dat hartje op de achtergrond gebruikt. En deze is volgens mij een hoek die in het, pakket van het festijn zat, hè? Ja. Weet je wel, jullie hadden in het festijn hadden jullie die leuke hartjesballon. Oh, mijn kaart is even voetsie, die heb ik nu ergens liggen. Maar die kun je dus ook weer combineren met alle collectibles. Dit is het mal van het schaapje. En hier heeft ze de ster op de achtergrond gebruikt. Even kijken of ik de reacties goed kan lezen. Even swipen. Ja, daar zijn ze. Dus je mag in deze live nog bestellen als je dat leuk vindt. Oh ja, die is ook leuk. Met het beertje. Ja, die hebben we ook nog wel. Kijk, hier heeft ze het vierkantje weer gebruikt. Met de pandabeer. En de pandabeer, dat is deze. Dat is ook een collectibles mal van Marianne. Er zit ook zo'n leuk bamboestokje erbij. Zit die ballon er ook bij? Of die niet? Nee, ik denk het niet. Hè? Dus je kan er natuurlijk een bruine beer mee maken en een pandabeer. Nee, alle de schaapjes die ze had, die had ze meegegeven. Oh, sorry, dan heb ik het verkeerd. Nou, en Anouk heeft hier ook weer de pandabeer het klavertje 4 in de hand gegeven. Dat is deze mal, die is €6,99. En waar had je ook alweer het... Oh ja, het lieve heersbeestje had je daarop gebruikt. Waar had je ging vanmiddag hier toch ook nog met het lieve heersbeestje aan de slag? Oh ja. Ja, dames, als je allemaal andere dingen wilt buiten de live om... moet je of eventjes bellen naar de winkel... want Joyce kan die nu buiten de Marianne-tafel om allemaal niet pakken. Dus of je belt even naar 0416-743-200... en dan helpt Karen je eventjes verder. Nee, we zijn net om 2:30 begonnen, Francine. Dus dit is nog even het laatste bestelrondje voor de mandjes die nu klaarstaan. En dan gaan we de mandjes gaan we sluiten. Kijk, hier op het gietertje heeft ze ook weer dat lieve heersbeestje gebruikt. Dat is het lieve heersbeestje en het klavertje 4. Nou, welke gaan we nu laten zien, Anouk? Oh ja, die basismal. Ik heb die nog maar 2. Of 3. De basis die... Oh, die hangen denk ik ook nog aan het rek. Dit is de mal van het kompas. Die heeft Anouk als basis gebruikt. Die is €3,95. Volgens mij had ik die nog meer. Die hangen daar... Ja, daar ergens rechts. Naast de anker, Anouk.
Dus de malletjes van het kompas, dat zijn tekenmallen van Dutch Doe Badoe. Die zijn €3,95. Het klavertje 4 is €6,99. Thea? Dus dit is het kompasje. En daar heeft ze dus de ronde stans. Veel liefs heeft ze daarop gebruikt. Ik ga even, lagen erachter nou nog mallen veel liefs? Had ze die nou nog over of niet? Ik dacht van wel. We gaan even... Ja, wat je eerder vandaag al besteld hebt, dat ligt al in je mandje, hè, Karin. Dus niet nu nog een keer bestellen, want dan krijg je inderdaad alles dubbel. Maar dit is een beetje om nog alles even resume nog een keertje te laten zien. En als je dus na die eerste lijf van Anouk al besteld hebt, dan zit het er al in. Nee, de ronde mal hebben we nu niet meer, hoor ik. We hebben nog wel nog één keer de mal van harten. Dat is dus hetzelfde idee, ook de cirkelstans. Die hebben we nog maar eentje. Dat is ook de laatste. Zullen we het gietertje eerst laten zien, Anouk? Nou, die heeft Anouk ook live gemaakt vanmiddag. Dat is ook een nieuw craftstencil van Marianne, een tekenmalletje. Wil je het kaartje even vasthouden? Laat ik even de producten zien. Dit is het tekenmalletje van de gieter. Die is €3,95. En was dat papiertje wel uit de set? Ja, fleurige groetjes. Ja. De papiertjes, die komen uit de set. Ja, ik had nog één mal gefeliciteerd. Die bestelde iemand net al, Joyce. De mal, of het papier zet je fleurige groetjes. Kijk, dat is helemaal leuk, lekker zoetsappig. En ook dat groen zit ook in die set. Fleurige groetjes is een setje van €9,99, ontworpen door Marleen. En daar zit 12 vel dubbelzijdig papier in. Op A5 formaat. Stickervelletje zit erin. Kijk, hier heeft dan ook die leuke stickers bij gebruikt. Met die teksten. En daar. Voor jou. En fleurige groetjes. En dan zit er verder zit er een stansvelletje in met labels. En een stansvelletje met een slingertje. Kijk, zie je hoe leuk. Dus die slingertjes zijn ook uitdrukkertjes. Nou, al die bloemetjes die je ziet... Die komen uit deze set. Oh, ik had nog wel één veel. Ik had nog één veel liefs. Die lag hier verstopt. Dit is de Marleenmal met de bloemetjes. Die Anouk op al haar creaties gebruikt heeft. Die ze vandaag laat zien. €13,99 kost die. De bloemen van Marleen. Kijk hier. Dat is echt superleuk. Die heb je ook gestanst uit het papier. Uit fleurige groetjes, ja, denk ik. Hè? Ik heb ze wel hier een beetje met inkt. Ja, een beetje met inkt. En dan... Die blaadjes, dat lichte groene, komt ook allemaal uit die set fleurige groetjes. Nou, zie je hoe leuk dat gietertje? Krijg je een kaartje wat niet echt super groot is. Kun je makkelijk versturen. Die tuingereedschapjes die zijn ook helaas niet geleverd, Ria. Dus die kunnen we je niet aan helpen. Er hangt er nog één. Dus die... Nou, de ene tuingereedschapje is voor jou dan, Ria. Die doen we naar achteren. Nou, het gietertje is dus €3,95. Ik ga even kijken of dat er ook spiegelkarton is. Het is op het moment echt wel een beetje drama met wat we aangeleverd krijgen. Nee, ik heb voor nu geen spiegelkarton liggen. Nee, die hebben we niet. Dus €3,95 voor het gietertje. Ik zie dat we ook nog maar één melkpakje hebben voor wie hem nog wil. Die is €3,95. Daar heeft... Anouk ook vanmiddag een live mee gedaan. Dan kun je die leuke kleine schattige doosjes mee maken. Zijn lekker in de mini. Kijk, en hier zitten ook allemaal weer die bloemetjes van Marleen zitten daarop. Hè? Ja. De vlinders zijn ook alweer niet leverbaar. Dus dat is ook jammer. Dus ik had nog één melkpakje. En ik heb nu nog een paar gietertjes. Voor wie die man nog erbij wil. Mika voor de cadeautjesmal. Ja, die heb ik wel. Ik heb wel genoeg pakjes Mika. Als je dus een venstertje wilt maken in je melkpakje, hebben we wel pakjes met Mika. 5 vel, A4 voor €3,99. Dus het Mika hebben we inderdaad nog wel. Zullen we je hondjeskaart nog een keer laten zien, Anouk?
Kijk, dit is het leuke hondjeskaartje wat Anouk gemaakt had. En daar hebben we die leuke Eline's puppies heeft ze daarvoor gebruikt. Die zijn €13,50. Ja, hier lag de laatste. Ik denk dat jij die ook niet meer achter hebt, hè, de melkpakjes. Dus we hadden één melkpakje. Naar wie doe je die? Ja, dan kan ik ook even zeggen wie hem niet krijgt. Hempcord heb ik alleen nog in zwart. Henriette. Nou, dit zijn dus de Eline's puppies. Die hebben we ook maar 3 meer. Er is echt veel verkocht vandaag. Mariana de Chen had het melkpakje. We bestellen het allemaal weer bij. Dan zondag in de tikkie laten we gewoon nog een keer de kaartjes van Anouk zien. En dan zorgen we dat we alles weer hebben. Dus de puppies zijn €13,50. Ja, dit is het knipvel, maar die zijn ook op. Dan zorgen we ook dat we... Zilver. Maar dat hebben we niet. Karin, schrijf er even op als je wil. Die moet ze ook even opschrijven. Nou, dan heeft Anouk op dit kaartje, want het leuke is van die knipvellen van Eline, die passen ook weer op de nieuwe slimline mal van Marianne. Die hebben we nog wel genoeg. Dat is dit label in slimline formaat. Die is €18,95. Twee labels heb je dan, een grote en een kleine. En die kleine, die heeft ook weer het formaat van een mini slimline kaart. Oh, beginnen ze daar al? Zijn ze me voor? Ja, ik laat van alle 1 liggen. Ja, dat is goed. Dus het kleine labeltje uit die malle set. Die zit ook in die labelstanzen set. Wil je de shakerkaart laten zien? Even kijken waar ze die gelaten heeft. Oh ja. Ja, die laten we even zien, Miranda. Daar heeft ze dus ook weer de cirkel veel liefs gebruikt. Die cirkel krijgen we waarschijnlijk het einde van de week. Dus zondag hebben we die weer in de Tikkie Live. Dit zijn ook weer de leuke bloemen van Marleen. Dat is deze. Die zijn €13,99. De schutvenstertjes, die hadden we ook weer. Dat zijn deze. Dat zijn de vierkante shakers. Er zitten er 10 in. Voor €4,50. Nou, lekker sequins heeft ze erin gedaan. En dit is als basis ook weer die... Slimline tag van Marianne. Ja, de Iris shutter die hebben we inderdaad ook. Jolanda, die zullen we er ook bij doen in je mandje. Als je dus shakerkaarten maakt, we moesten er straks nog om lachen. Dan gebruiken Anouk en Monica en zo, die gebruiken daar het anti-static doekje bij. Wat zoek je? Die en de achtergrond van. Die heeft ze denk ik alleen mee naar achteren. Ja. Ja, dat doen we straks allemaal wel even bestellen weer, Joyce. Het anti-static doekje, dus het anti-statisch doekje. Daar gaan ze mee door die plastic shakers. Zodat je sequins niet gaan plakken aan je plastic venster. Kijk Anouk aan of dat ik het goed zeg. Ja, ik zeg het dus goed. Dus dat is het anti-static doekje van Nelly Snelle. Voor mij gaat er af en toe ook een wereld open. Want ik denk, nou, ik gebruik dat eigenlijk nooit. Kijk, ik had natuurlijk ook een shakerkaart gemaakt. Dat was deze. Dat zijn diezelfde plastic vensters van Marianne. En daar had ik een swingkaartje van gemaakt. Met die leuke mal van Studio Light. Ik laat nog even... Oh, ik heb... Joyce heeft trouwens nog wel wat achter staan. We hebben van Picket Fence hebben we nog 2 leuke sets met sequins. Voor je schutkaartjes. We hebben deze blauwe mix. Die mixen zijn €4,50. En we hebben de roze mix. Die is ook €4,50. Hoeveel Joyce erachter heeft, weet ik niet. De kleine schaartjes zijn op, Ria. Die moeten ook weer binnenkomen. Ik laat nog even deze zien, want we hadden nog 1 rasterstans. Van €12,50 voor €7,50 zijn die. Die uitverkoopjes van Studio Light. Er was er eentje teruggekomen van een klant. Dus voor wie de rasterstans nog wil, €7,50 is die nu. En ik heb er nog maar 1. Dan is net ook weer het huidkleurige papier binnengekomen. 10 velletjes voor €3,99. En daar heb ik mijn knoopjes dus mee gemaakt. Vanmorgen vroeg iemand ook al om de huidskleurige papier. Toen was het nog niet binnen. Dus 10 vel huidkleurig papier voor €3,99. En die knoopjes die zijn natuurlijk van Marianne. Die liggen nog wel achter, denk ik, hè?
Die zijn €6,99. Die heb ik in het treintje gezet. Ja, de puppy's zijn inderdaad kretenbos. Malle, Ander, dat komt goed. Die doet Joyce in je mandje. €6,99 voor de gnooms van Marianne. Vergeten wij nog iets, Anouk? Of hebben we nou het meeste, denk ik, gehad, hè? Ja, van Marianne hebben we nu het meeste gehad. Oh, zullen we kunnen delen? Oh nee, we vergeten de kalender! We vergeten wel iets! We vergeten iets heel belangrijks. Weet jullie nog dat Anouk hier vorige keer was? Toen lieten we de kalender van Eline zien. Dat is dus een verjaardagskalender met alle 12 maanden. En dan kun je iedere maand, nagelang het seizoen het is, heb je dus een bedrukte pagina. Dan kun je zelf die kalender helemaal aan gaan kleden. Toen hadden we met Anouk afgesproken dat ze dus iedere maand als ze komt, die maand zou gaan bewerken. Ik heb volgens mij maar 2 kalenders meer. De laatste rasterstand. Die staat daar. Ik zeg maar, als je hem wilt, ik heb er nu nog 2. €14,99 is de verjaardagskalender. Kijk, en je kunt dus met alle collectibles, mallen en zo, kun je dus gewoon je eigen verjaardagskalender oppimpen. Dus... En met stempeltjes. Oh ja, je hebt ook stempels erbij gedaan. Hier de teksten zie je. Dus dit is dan voorgedrukt. Kijk, dit zijn ook standjes. Ik zal het even zo doen, kun je het beter laten zien. Ja. En zo kun je dus iedere maand helemaal zelf naar eigen idee aankleden. We hadden hier laatst een discussie over wel of geen verjaardagskalender. En toen zeiden er een paar... Oh, maar dat doe je toch allemaal in je telefoon? Ik denk, nou, dan ben ik echt super ouderwets. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik heb nog gewoon een ouderwetse verjaardagskalender. Heb ik gewoon nog op het toilet hangen. En Noor, die kijkt ook zo af en toe zo van... Oh, morgen is die en die jarig. Dus wij zijn nog echt van de verjaardagskalenders. Ja. Kijk, dit is hoe zo'n blad er blanco uitziet. Maar dit zijn dus ook allemaal standjes en zo. Die we hebben uit de collectibles serie. Dus kun je het zelf helemaal leuk mee aankleden. En met teksten... dus de kalender van Eline is €14,99. Ik had er nu dus nog 2. Als nu nog meer mensen hem willen hebben, dan komt hij in je volgende tikkie-mandje voor volgende week. Maar ik neem aan dat er ook verder geen probleem is, want we hebben er niet genoeg. Of anders moet je even aangeven, als je hem niet in een volgend mandje wil, dan laten we hem inderdaad vervallen. Zullen we er even gewoon globaal doorheen bladeren? Dit is maart, met poesjes. Ja, leuk. Wat zoek je? Die kalender. Oh. Oh, ja, dit is Anouk de kalender. Die hebben we niet meer. Dus dan moeten ze even opschrijven. Ja? De schaapjes, wat ik vandaag ook gebruik heb. Ja. Oh, die ook leuk, met die opkikkers. Ja, kikkertjes. Strandthema in juni. Leuk. Een flamingo. Tropical, ook leuk. De toucan. Die tekst is ook zo leuk, hè, Anouk, die erbij hoort, hè. Ik hoop dat ik snel naar je toe kan, inderdaad. Herfst. Leuk. En dan de laatste. Kijk, hier zo'n winters tafereeltje. Dus dat is de kalender van Eline. Die is €14,99. Deze laat ik trouwens ook nog even zien van Karin. Hier heeft ze ook weer het grote label van de craftables-mallen voor gebruikt. Maar dan gewoon met Bellalulu-papier. Dat kan natuurlijk toch ook, hè? Die is €18,95. De grote labelmal. Nou, ik zie dat mensen allemaal al het treintje en de wagonnetjes vragen. Dus die ga ik ook nog even pakken. Van mijn gnoomskaartje. Dat filmpje staat inmiddels trouwens ook op YouTube. Daar kun je hem weer terugzien. Ik ga even alle mallen pakken die ik daarbij gebruikt had. Maar ik had dus lekker in de treintjes de gnoompjes van Marianne gedaan. En dat is dit kaartje geworden. Ik weet zo even niet wat de schaapjesmal kost, Thea, maar ze zijn ook op. Nou, het treintje van ECD, die is €14,99. Dan hebben we de bijbehorende wagonnetjes. En ik zei al, dat hoeft natuurlijk echt niet alleen voor kerst, want dat kan ook gewoon voor andere thema's. De wagonnetjes zijn €13,99. En dan heb ik op de achtergrond, zien jullie dat leuke dotpatroontje? Dat is deze leuke slimlijnmal, de dotted background. Van ECD. Die is ook weer terug op voorraad. En dit is de mal Winter Scenery. Dat is dus een losse mal met zo'n winterlandschapje, zie je. Met zo'n glooiend landschapje. Losse boompjes zitten erbij. En dan ook nog dieren. Die had ik ook voor dat kaartje gebruikt. Dus een combinatie van Marianne mallen met Elizabeth Craft mallen. En de gnoompjes zijn dus van Marianne. Die vond ik hier wel goed bij passen. Het huidkleurig papier... Heb ik dus voor de neusjes en de handjes gebruikt. 10 vel voor €3,99.
Dat is die. Ik zie dat we trouwens nog drie kompasmalletjes hebben van het kaartje van Anouk. Antistatic doekje, Annie, is €3,99. Kijk hier. Hele leuke basis om gewoon een rond kaartje te maken, hè? Dit was jouw eigen kalender, hè? Ja. De shuttermal van Elisabeth is ook weer terug op voorraad. Die is €25,99. Wil jij daar even deze shutter nog laten zien, alsjeblieft, Anouk? Die is ook heel leuk. Deze heeft Karin gemaakt. Dat is een drieluik. Kijk, aan de voorkant. Ik zal daar het papier La La Lente nog een keer laten zien. Dan heeft ze die shutter aan de binnenkant gedaan. Zie je wat die doet? Dat is een interactieve kaart. Met zo'n draaigedeelte. Ik ga daar even kijken waar ik die stempel heb. Dat is ook een leuke tekst. La La Lente. En hier, dat verdient een bloemetje. Die is gemaakt met deze stempel van Noor. De stempel voor het Surprise Wheel. En die is €6,99. Zijn ook de laatste. Zullen we samen paaseieren zoeken. Dat verdient een bloemetje. Volg de paashaas. Hij heeft chocolade en La La Lente. Die is leuk, hè, van Karin, hè? En dit is natuurlijk het papiersetje La La Lente, wat Karin daarvoor gebruikt heeft. Er zit ook die leuke gnooms in en die luchtballon. Kijk, en die heeft ze volgens mij, denk ik, zoals het met een magneetje gedaan hebben. Ja, nee, niet eens. Hier dus de voorkant. En dan in het midden dus die iris shutter met het papiersetje La La Lente. Dus die wilden we jullie ook nog eventjes laten zien. Ik zet hem hier even voor. Ja. Daar vroeg iemand van de week inderdaad ook al, zag ik. Dit tasje wat Anouk gemaakt heeft, dat is een online workshop. Als je een abonnement hebt voor onze online workshops, dan heb je deze ook een hele poos geleden al gekregen. Die was gemaakt door Corrie, die video. Als je op norazo.com kijkt en je klikt op online workshops, dan zie je ook een categorie tasjes maken. Daar zit deze dus ook in. En die heeft Anouk dus gemaakt met het papier hartjesregen. Die is inmiddels ook alweer op. Maar hier heeft ze dus de helft van die cirkel veel liefs voor gebruikt. Het papier La La Lente, Mia, dat kost €5,99 voor 12 vel. Nou, ik denk dat we dan heel eind hebben gehad, hè, Anouk. Dan gaan we zo meteen de mandjes sluiten. De wasknijpers dus heb ik ook niet, Vero. Wil je nog iets bestellen wat je aan dit mandje toegevoegd wil hebben? Dan kun je deze middag nog even bellen. En dan doen we het er nog bij. En dan worden de mandjes echt gesloten. Dus vanaf morgen worden het echt voor iedereen nieuwe mandjes. Want we gaan weer even ruimte maken en deze mandjes wegwerken. Dus ik zou zeggen, dankjewel allemaal voor het kijken. Zorg wel, ik hoop dat jullie meegeschreven hebben, dat je voor €25 in je mandje hebt. Anders komt er automatisch €3 administratiekosten bij. Dus je mag nog bellen om aan de €25 te komen. We zijn er tot een uur of 4:30. En dan gaan we lekker alles afwerken. Dus, nou, Beter zegt ook dankjewel voor de leuke dag. Nou, het was inderdaad echt superleuk. Ja, ja. We hebben met Anouk alweer een nieuwe datum gepland, hè, voor wanneer de nieuwe collectie komt. We weten natuurlijk, wat hadden we nou gezegd? 8, 9? Ja, de tweede woensdag van februari. We weten dan natuurlijk niet of dat we alweer open zijn. Anouk die komt sowieso. Ik denk of jullie komen lekker in de winkel kijken. Of we doen het via een Facebook Live. Een van de twee. Nou, morgen ben ik er dus om 1:00 weer met de nieuwe collectie van Carlijn. Beginnen we met nieuwe mandjes. Dus ik zou zeggen, kijk morgen weer lekker mee. Dankjewel voor nu voor het kijken. En tot de volgende keer. Nou, doei. Doei doei. Ook doei van Anouk. Doeg.